Wow, there we are. Oh nee, is deze muziek copyright schreeuwen? Hallo, hallo, hallo. Oké, okay, hoef. Um, is de Doors muziek copyrighted? Ik wist niet eens dat de muziek was. Roblox Doors is muziek copyrighted. Dan ga ik dik hard gestrikt worden. Ah, ah, sorry, sorry, sorry. Ja, oké. Okay. Uh, hallo mensen, als het goed is, ben ik live. Hallo iedereen, hallo. Er zijn een hoop mensen aan het wachten. Eindelijk gaan wij beginnen. 175 wachtenden, dat is erg sappig. Hallo iedereen, welkom bij deze Roblox-stream. Het is weer eventjes geleden, maar we zijn weer terug met de sappige streams. Want ik heb nu even iets rustiger met school. Nou had ik het in de kerstvakantie ook wel erg rustig en daar heb ik ook niet gestreamd. Dat was een slechte smoes. We zijn weer terug met de stream. Maakt niet uit dat er heel lang hiervoor geen stream was. Um, ja, vandaag gaan wij dus de nieuwe Doors-update checken. Ik weet helemaal niet wat er nieuw is. Het enige wat ik weet is dat de meeste nieuwe dingen... Pas volgens mij na level 50 komen. Waarschijnlijk komen we daar niet eens. Want ik ben nog nooit langs level 50 gekomen. <laughs> maar we gaan het zien. Met, hulp, uh, met de hulp van jullie ga ik waarschijnlijk wel voorbij de level 50 komen. Daarom heb ik dit ook een stream gemaakt en geen video. Zodat jullie mij konden carryen. Maar voor nu smash eventjes op die like. Als jullie zin hebben in deze doors update. En zoek jij nog... Naar een sappige hoodie. Ga dan even naar cloniami.nl Want de clonie games neon hoodies zijn op voorraad. Let's go. Haal ze. Staat in de Het staat in de beschrijving. Wauw. Wauw. Um, even kijken. Het is weer even geleden sinds dat ik een stream heb gedaan. Oh ja, ik was aan het opzoeken. Is de Roblox doors missie copyright? Want ik heb geen idee. Ik heb hem namelijk full on geblast aan het begin van deze stream. Dus als het copyright is, dan... Ja. Uh, yeah. Even kijken, wat zeggen mensen? Oh ja, ik moet wel even hallo zeggen. Stuur even miljoenen smileys als alles werkt. Um, speel jij Doors? Yes sir. Nou, ik, ik ben niet verslaafd eraan. Ik heb het alleen gespeeld met Luca de vorige keer. Uh, zit je indoors? Ja, ik ben in deze nieuwe update een nieuw monster indoors. Ik uh, kom op uh, level 75 volgens mij. Dan kom ik zo. Waa, kom ik zo in beeld. Um, oh ja, dit is trouwens ook met kijkers, voor de mensen die het niet weten. Ik weet niet precies hoe het werkt, want volgens mij kan je echt maar met maximaal vier mensen. Uh, dus ja, je maakt niet superveel kans. Mm, naamrondje. ja, we doen zo even een naamrondje. Maar weet iemand of het copyrighted is? Waarschijnlijk gaan jullie dan liegen. Um, is, is Doors Music copyrighted? Oh crap, dan zet ik het maar uit. Maar dan staat, um, wanneer ik de muziek uitzet in games, staat er dat het... Um, dat het de atmosfeer van de game, zeg maar, beter maakt. Um, ja, eigenlijk wil ik even een video opzoeken. Oké. Okay. <laughs> kan, kan eventjes iemand in deze stream. eventjes een video opzoeken van een andere YouTuber die dit of heeft gestreamd. Of um, weet ik veel. Heeft opgenomen. Het liefst gestreamd. En even kijken of die ook de muziek ja, aan hebben. Uh, het liefst een mega huge Engels kanaal. Om even te kijken of die dat ook hebben. Dus uh, als iemand even zo lief wil zijn. Uh, nou, dat doen we voor nu even een naamrondje als we daarop uh, wachten. Ja, het is copyright. Iemand zegt nee en iemand zegt ja. Dat is wel altijd... Dat ze, dit is een beetje een, een... Als je iets vraagt in een streamchat in een notendop. Dat kan er niet zo goed uit. Maar <laughs> het is wel waar. Het is wel waar. Nee, het is op Spotify. Kan geen copyright meer op Roblox. Nee, ja, dat zeggen ze inderdaad. Van, oh, alle dingen op Roblox zijn royalty free. Maar alsnog word ik echt keihard gestrijkt wanneer ik het één keer aanzet. Um, nou ja, er staat dus um, heavy uh, gedoe. Game music is heavily recommended. As it is necessary for atmosphere. En dan gaan we dus niet naar luisteren. Uh, dan zetten we de sensitivity ook lager. Reduce motion forced input. Um, Oké, okay, nou perfect. Daar zijn we. Sheesh Waarom zit mijn hoofd zo op mijn. Nee, op mijn romp? Uh, Lars, Ralf, Max, DJ, Noah, J Julie, Jaden, Max, Robin, Jur, Lars, uh, Meesam, Lars, uh, Vincent, Dani. Hey, voor de mensen op de middelbare school, hoe ging de toetsweek? Volgens mij heeft letterlijk iedereen toetsweek na de kerstvakantie. Hoe ging het? Zeg even. Als je op de basisschool zat, um, of zit bedoel ik, dan, dan heb je heel veel geluk. Geniet daar alsjeblieft van. Um, Lucas, DJ, Diaz. Landon, Gavin, Adam, Sam, Dani, uh, Mickey, Milan, Ralf, Melanie, Janne, Lars, Thomas, Lars. Wacht, is het nou copyrighted? Ik heb niet echt gekeken. Uh, whoops, ja, ik zag twee mensen die er iets over zeiden. Ik zet het voor de zekerheid maar uit. Uh, maar als echt iedereen zegt: Nee, joh, het kan gewoon. Iedereen, elke YouTuber heeft het aan. Dan moeten jullie dat even zeggen, want dan zet ik het gewoon aan. Dean. Uh, welk spel is dit? Dit is Dors. Kom op, dat ken je toch wel, bro. Um, Hazar, Stefan, Wolf, Boas, Melanie, Wout, Matis, Luca, uh, Anna, Wolf, Jasper, Victoria, Luke, Liam, Jasper, Delano, Matteo, Sam, Kasper, uh, Meesam, Boas, Eden, Wout, Luke, Hazar, Tom, Kieran, Daan. Juka, Tom, Jason, uh, Hugo, Estin, Selim, Dante, Meesam... Luc, Jasper, Estin, Gideon, Gideon. Ik weet niet echt hoe je dat zegt. Het spijt me. Het spijt me als ik het verkeerd uitspreek. Uh, Pepijn, Laurens, Matisse, Isabelle, Sam, Levi, Ben, Jurgen, Ralf, Jeroen, Daan, Nora. Oh, sorry mensen. Ik zet heel eventjes mijn geluid ietsje harder. Uh, wait. Uh, hoe ga ik het harder zetten? Uh, ik doe wel even zo. Oké, okay, ik hoop dat het geluid nu ietsje beter is, mensen. Uh, Jason, Jaden, Younes. Uh, het is erg saai zonder muziek. Uh, Oké, okay. <laughs> het, het voelt heel erg lullig. We gaan nog heel eventjes door. Max, Rowan, Karsten, Janiek, uh, Dian, Tony, Jaden, uh, Yousef, Rowan, Remo, Ile. Ik, ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Kan je dat alsjeblieft zeggen? Oh, en iemand heeft gedoneerd. Sippy met de 1 euro. Super duper bedankt. En hij heeft ook een soort feestballon erbij gezet. Of is dat nieuw? Er dus staat ook vierde de eerste superchat. Yo, first superchat. Let's go. Is, is, dat, is, dat, is dat wat ik moet doen van YouTube? Er staat 4 de eerste superchat. Ik, ik heb de eerste superchat ge, gevierd. Heel erg bedankt Sippy. Dikke shout-out naar jou. Uh, Noski is back. Let's go. Of no, Noxky. No Noxki. Ik, ik ben het weer vergeten, sorry, ik vind het zo zielig, het spijt me vooral, maar heel erg cool dat je er bent. Uh, Noah dus, even voor de duidelijkheid. Uh, Gijs, Alano, Thijs. Nou mensen, we gaan beginnen, anders wordt het saai. Later gaan we natuurlijk meer namenrondjes doen. Voordat we gaan beginnen, deel deze stream even met iedereen die je kent en smash eventjes op die like-knop. Want bij de 500 likes doen we nog een namenrondje. Um, dus ja, dan maak je kans als je het, uh, als hiervoor je naam niet is genoemd. Even één ding voordat we gaan beginnen. Daarna ga ik. Oh, hé, hey, we hebben nog een superchat. Deze is van Robby. En uh, zij, hij of zij, heeft ook weer 1 euro gedoneerd. En er staat 4 de eerste. Oh, dit is niet. Oh, ik dacht. 4 de eerste superchat. Als in de eerste superchat van de stream. Maar oké. Okay, um, dat staat er nu gewoon wel. Wat is dit voor. De YouTube, wat is dit? Nee, maar super bedankt, Robbie Voor de 1 euro. Dikke shout-out naar jou. Uh, waar was ik gebleven? Oh ja, willen jullie uh, muziek hebben? Dus wat er normaal is met de, die partymuziek? Of willen jullie het lekker spannend houden? Lekker licht uit in de kamer, lekker spannend. Zeg het nu eventjes. Ondertussen ga ik jullie eventjes uitleggen hoe jullie kans kunnen maken om te joinen. Zometeen ga ik een link sturen in de chat waar jullie nu allemaal aan het typen zijn. En als je daarop klikt, maak je kans. Het is dus niet zeker als je daar op klikt, maar dan maak je kans. Om in mijn server te komen. Hij opent meteen je Roblox. En dan uh, is er een kans dat je bij mij zit. We hebben een donatie van Noxky Lol. En hij heeft 2 euro gedoneerd. Super duper bedankt. De eerste was juist uh, juist. Het is dus Nokski. Oh, Oké. Okay. Da dan heb ik het eindelijk goed. Eindelijk. Het, het heeft lang geduurd. <laughs> het spijt me echt enorm. Maar super bedankt Noxky, me, uh, voor de 2 euro. Dikke shout-out naar jou. Sp Spam eventjes de namen. Robbie, Noxky, Zippy. En nog een donatie van Ruish Rampadarth. Ik heb geen idee hoe je dat uitspreekt. Maar hij of zij heeft 1 euro gedoneerd. Heel erg bedankt. Spam ook even die naam. Al is dat wel een uitdaging. Uh, spannend. Oh ja, yeah. jullie willen het lekker spannend houden. Jullie willen geen muziek. Nee, oké, okay, dat snap ik wel. En anders, als je wel muziek wil, dan zet je lekker je eigen muziek aan uh, thuis. Dat, dat, dat kan je doen, dat kan je doen. Nou, dan ga ik de link sturen. Ik ga hem in 3, 2, 1, go! Oké, okay, klikken mensen, klikken, klikken. Dan maken jullie kans om bij mij te komen. En ik heb hierna uh, geen idee hoe we het voor de rest gaan doen. Dus <laughs> dat, uh, dat, dat wordt nog een verrassing voor, uh, voor jullie en voor mij. Oké, okay, nou, Florian... Oh, we zitten blijkbaar nog in een naamhondje. Oh, daar is iedereen. Ik zie een banaan, ik zie een hond. Het is nu al helemaal lijp. En ik zie iemand met een klonny game, Let's go! Lekker, bro. Oh ja, het zit al lekker vol. Jeetje mina, en deze kijkt heeft een stroopwafel op zijn rug. Oh, waarom is dat een Stranger Things stroopwafel? Wat? Ja, ik kijk dat niet. Misschien is dat gewoon nu een zieke meme of zo. Nou, uh, oh, wat? Het is nieuw. We kunnen nu ook met twaalf mensen in een lobby. Hmm... Oh, daar staat het automatisch op. Oh, wat is dit? Je kan helemaal niet alleen spelen. Um... Oh, wat? Kan je deze e egg. Oh, dit is zo moody, mensen. Sorry, maar ik hou altijd van die moody dingen. Je hoor dit. Oh, dat is echt. Dat is heerlijk. Oh. Ik krijg er tranen van in mijn ogen, mensen. Dat is toch heerlijk? Gewoon regen tegen een raam. En als je ook dit. Uh... Ik ben nu even naam vergeten. Maar dat ding wat zeg maar onder je dak zit. Zo'n afvoerding voor water. Dat geluid. Dat klingel, plonsgeluid. Dat is ook echt amazing. Ik kan het niet uitleggen. En oh, dit is ook echt amazing. Kijk dit mensen. Dit moet denk ik wel echt de beste skin ooit zijn. Kijk dit. Dit is insane. <laughs> Hoe die ook loopt. Met die, met die handen en die voeten. Hier, dit is toch geweldig, deze Doge. Kijk dit. Oh, ik moet die skin hebben. Hé, hey, Doge. dan kan ik. Oh ja, hier. Ik moet deze skin even bekijken. Wat heeft deze gast aan? Doge suit. Huh. En hoe wordt het al zo groot? Want deze suit ziet er heel erg lullig uit. Ik ga deze ook kopen, denk ik, hoor. oi. oi, oi die is echt geweldig. Nou, um, ja. Eigenlijk wilde ik dus niet met twaalf mensen gaan spelen. Eigenlijk wilde ik met vier mensen gaan spelen, want. Wat een beetje het probleem is met twaalf mensen, tenzij dat wordt aangepast. Maar um, het wordt dan een beetje een stoelendans, weten jullie wat ik bedoel? Wanneer dan Rush komt of Ambush, dat is wanneer je in zo'n kast moet duiken. Dan is het echt een, gewoon een hele strijd. Er zitten dan drie kasten en dan is er een strijd wie erin gaat, tenzij de maps worden aangepast. Oh, deze easter egg is ook wel sick met die ogen. Nou, we gaan maar gewoon beginnen. Mensen, ik ben hier. Wie gaat er bij mij erin komen? Ehm, um, ik heb echt geen idee wie, maar we zien wel. Jammer, dood zit er niet in volgens mij. Oh, wat zielig. This game is not suited for over four players. Ehm. Um, ja, dat is dus wat ik bedoel. Het gaat een flippingstoelendans worden. Hoezo is er dan geen elevator waar je vier mensen kan kiezen? Ik heb hier niet om gevraagd. Ik heb gewoon een link gestuurd: in, in jullie eigen VIP-server. Dan zeggen ze, dan maken ze een VIP server met alleen maar lobby's voor 12 mensen. En dan zeggen ze, oh nee, zo hoort het niet. Ja, dan moet je dat niet doen. Zojuist gedoneerd en compleet. Oh, crap. Heeft iemand gedoneerd? Oh, shit. Oh nee, we zitten nu wel in een lobby. Crap. Uh, mensen, wacht op mij, alsjeblieft. Oh, sorry. Ja, um, dat ben ik vergeten te zeggen. Dat kan gebeuren. Zometeen ben ik enorm geconcentreerd dit spel aan het spelen, zodat ik niet doodga. Zo. So. Sorry. Uh, zometeen ga ik enorm geconcentreerd dit spel spelen, zodat ik niet dood ga. Uh, dus ja, dan kan ik een superchat missen. Even kijken. Oh nee, ik heb er geen één gemist. Ik heb ze allemaal opgenoemd. Nou, daar gaan we. De hotel. Nu kan ik niet zo op de chat letten. Het spijt me. Dan de nieuwe zieke. Is er een Mad City update? Oh, iemand in de chat zegt dat er een Mad City update is. Dat klinkt wel cool. Ik ga dat hier nou wel even checken. Ja, dit is dus wat ik bedoel. Dit wordt echt een flipping stoelendans als er zo meteen een monster komt. Dan weet ik niet echt hoe we dit moeten doen, want ik wil eigenlijk gewoon liften hebben met vier spelers. Want gewoon op het moment dat je een lichtflikker ziet, moet je meteen in een kast gaan. Anders ga je er gewoon aan. Oké. Okay. Ja, nu gaat het nog goed. Ik ben gewoon voor die uh, lichtknipper uh, gedoe aan het kijken. Want <laughs> Rush is nu echt gewoon Russian Ambush. En nu de twee gevaarlijkste monsters als je met zoveel mensen speelt. Figure is nu juist heel erg makkelijk. Ja, tenzij je genaaid wordt. Oké, okay, nou daar gaan we. Deur, eh, uh, wow. Is het deur 9? Oh ja. Ik dacht, ik dacht dat het 3 stond. Want dit is volgens mij nu een, een nieuw monster. Waar je naar de dingen moet kijken. Naar de nummers op de deuren. En dit is een nieuwe kamer volgens mij. Dit ook. Wat, dit is epic. Hey, het is echt nog nooit zo makkelijk geweest. Wat? Oh ja, lichtflikker in de kast. Yes! Wat? Nee! Oké. Okay. Oké. Okay. Yes, sir. Oké, okay, ja, dat bedoel ik dus. Dat is de stoelendans. En nu is iedereen dood. Jup, yep, ja, dat is het dus. Oh, ik vind het echt super zielig. Oh, uh, ja, dat is. Ik vind het echt super zielig. Maar ja, zo werkt het nou eenmaal. Zo werkt het nou eenmaal. Oh, pst. Daar, ja, lekker. Oké, okay, gelukkig, ik heb dat gehoord. Ik schrik er altijd van. Ik schrik altijd van die Screech. Heet die volgens mij? Ook al weet ik gewoon waar die is en weet ik wat ik aan het doen ben. Oké, okay, nou, we moeten even die key pakken of de knop. Ik weet niet meer wat deze kamer is. Nou zo. Hey, deze guy is al pro man. Dit is die Indiana Jones meneer. Die weet het wel. Die weet het wel. Hoe weet je, Roblox. Colony Nix Games, Sorry, ik kan echt heel moeilijk chat kijken. Het spijt me echt. Oh crap, wat was de deur hiervoor? Oké, okay, het was die. Damn, die Indiana Jones gaat zeg pro. Nou zou ik het op zich ook wel kunnen tellen. Maar het is meer dat ik uh, heel erg intensief aan het praten ben. Nou, daar gaan we. Oh crap, ja, de stoelen gaat me nu niet lukken. Nee! Wat is dit? Nee! Oh! Oh! Ik leef nog! Wat? Oké, okay. um, ik weet niet wat er is gebeurd, mensen. Uh, ja, sorry. Uh, sorry. Um, ja, ik vind het heel erg moeilijk om hier op te commentaten, mensen. Want ik ben heel erg gefocust. Ik kan echt niet op de chat letten. Maar wat er dus gebeurde was, Rush kwam weer. Voor als je deze game niet kende. Of kent. Want deze. Zo, jeetje. Ik kom helemaal niet uit mijn woorden. De lichten knipperden. Waardoor. Uh, de... Zo! Jeetje Mina. De lichten knipperden. Dan weet je dat Rush komt. En. Um, ik moet ook een beetje luisteren, het spijt me. En Rush, uh, ja, daar ga je gewoon dood door. Dan moet je in een kast duiken. Zo, dat was Screech. Um, en ja, dat deed ik niet. Want iemand ging in een kast voor mijn neus. Dus toen ren ik een nieuwe kamer in. Maar dat was dus het nieuwe monster. Um, en nu is ook weer het nieuwe monster. Dan moet je dus de juiste kamer kiezen. Oké, okay, iemand is daar dood gegaan, volgens mij. Dat was een lichtknippering. Holy flipping moly. Hoe leef ik nog? Oké. Okay. Ik leef nog. Ik weet echt niet hoe. Want <laughs> dit is echt al... Oh, Jintje, Ik hoor die... Psst, niet. Uh, dit is echt namelijk al de tweede keer dat ik gewoon niet een kast kan vinden. Dit is echt insane. Oké, okay, waar de F moeten we heen? Oh, ik heb een... Psst. Yes, oké. Okay, nice, nice, nice. Perfect, perfect. Ze hebben de. Pst, hebben ze iets harder gemaakt. Dat is wel nice. Oh, we hebben een sleutel nodig. Ja, maar ik hoor. ik zie verdorie niks. Ik heb lampen op me staan. En mijn. mijn scherm staat zo donker. het is echt niet normaal. Ik weet niet meer wat die ogen betekenen. Volgens mij is dat dat je zo meteen weg moet rennen. Ja, als je deze game niet kent, is het niet echt een stream om te kijken. Want ik kan het echt niet allemaal uitleggen. Maar dit is dus echt chaos met 12 mensen. Nu zijn we wel met veel minder, maar nog steeds echt heel erg veel. Maar het feit dat ik gewoon niet dood ben gegaan door Rush. Ik wist niet eens dat dat kon. Dat je gewoon aan de zijkant van een kamer kon staan. Ik dacht dat je in een kast moest. <laughs> Kijk die gorilla. <lacht> oh. <lacht> oh, hij rent gewoon langzaam. Wat is dit nou weer? Oké, okay, hier we moeten we goed crouchen. Hier moeten we dus wegrennen. Wat de? Dat is oneerlijk. Ja, ik ga dood. Hierheen. Ik ben zo slecht hierin. Ja, ik ben verkeerd gegaan. Oh, die flipping moly. Het feit dat ik dat gewoon heb gehaald. Want ik ging letterlijk de verkeerde kant op. Dat is echt insane. Oké, okay, we're doing great. We zijn letterlijk al bijna bij de figure. Alleen kijk ik echt in geen één kastje. Omdat iedereen zo flipping hard... Wow omdat iedereen zo flipping hard aan het rushen is, kan ik in geen één laadje kijken. Ik wil eigenlijk wel items hebben. Oh ja, ik heb niet gekeken oh het is dit. Yo, jullie zijn er wel allemaal heel erg goed op aan, uh, voor aan het opletten. Oh, wat? Deze guy heeft gewoon een crucifix. Lichte daar. Oh, is dit ambush? Oh, dit is ambush. Nee, dit is rush. Wow! Wow! Deze guy heeft Crucifix gedaan! Wat, uh, wat doet hij? Oké. Okay. Oké. Okay. All good. All good. Riders, Roblox, not accept. Wat? Ik heb geen idee wat je aan het typen bent, bro. Ik dacht dat. Crucifix is dus nieuw. Dan kan je een monster uh, in de val lokken. En dan staat hij ergens vast voor een aantal seconden. Maar ik dacht dat hij dan nog steeds doorging. Dat stond volgens mij bij de update. Maar dat is dus niet zo. Oh, hier is de figure. Dit is een nieuwe kamer. Oh, wat sick. Maar dat is dus. Dat, dat is dus helemaal niet zo. Rush ging gewoon letterlijk weg. Je kon letterlijk naast hem staan. Oké, okay, dit is de figure. Uh, mensen, ik kan het echt niet uitleggen, maar we zijn dus bij de figure. We moeten boekjes vinden. Maar eerst moet iemand even het papier oppakken. Nee, je gaat nou geen boekjes vinden. Je moet nog geen boekjes doen, man. Als we het papier nog niet hebben. Want hij wordt sneller namelijk als je boekjes pakt. Je kan beter eerst het papier pakken. Is die boven? Ja, ik ga dood. Ja. Ik weet het nu al. Oh nee. Ah, oké, okay, mooi. Ja, damn, hij is al zo flipping snel. Hij is al zo flipping snel. Want we hebben nu al al die boekjes. We hebben nu al al die flipping boekjes. Dus hij is zo snel. Wat we dus moeten doen is het papiertje pakken, zodat we de code in kunnen vullen. En de boekjes. En met de boekjes um, kunnen we de code invullen. Maar we hebben alle boekjes al. Alleen ik ben bang dat mensen niet gaan wachten. Oh, zit de figuur vast? Oh, hij zit vast, volgens mij. Ja, maar daar durf ik niet langs te lopen. Ja, mensen hebben hem al geopend. Oh, hij zit niet echt vast, volgens mij. Nou, daar gaan we. 3, 2, 1. Yes. Hé, <laughs> hé, hey, hey, dat vind ik wel een beetje douche, douche. van jullie. Dat jullie een flipping hebben. Wat is dit? Wat? Eh. Uh... Mensen, wat is dit? Jump scare raid? Oh, crap. Ik, uh, ja, sorry. De raid heeft niet heel veel effect. Want ik uh, kijk niet echt naar de chat. Want ik ben zo gefocust. Waarom loopt iedereen in één keer door? Ik wil even chillen, mensen. Waarom. Ah! Oké. Okay. What? What? Dat was echt insane luid. Waarom loopt iedereen in één keer al door? Ik, ik wil ook even chillen. Sorry mensen, ik heb niet echt op de chat kunnen letten. Dit hadden we trouwens makkelijk door kunnen gaan. Maar ik ben nu doodgegaan door Rush. Maar. Waarom kunnen we niet even iets rustiger gaan? Want dit is namelijk echt super chaotisch. Sorry mensen in de chat. Ik denk dat ik het ietsje anders ga doen nu met, uh, uh, met deze game streamen. Ik denk dat ik eventjes gewoon in een lobby met vier ga. Of anders met randoms. Dan klopt de titel niet meer. Maar ik wil eigenlijk gewoon een beetje iets rustiger spelen. Want deze, deze game was zo chaotisch. En als je doors niet kent. Is dit echt. Ja. Niet te doen. Of vonden jullie dit gewoon goed? Kunnen, kunnen mensen in de chat dat heel eventjes. Uh, zeggen? Wacht, ik revive even. Oh, wat? Ik, ik, ik was bijna gescampt voor uh, uh, een euro. Zagen jullie dat? Oké, okay, ik wilde eigenlijk reviven, nou ja. Um, maar vonden jullie dit oké okay of niet? Want voor mijn gevoel is dit namelijk veel te chaotisch. Want iedereen, omdat iedereen deze game natuurlijk al kent. Iedereen rusht echt insane erg. Dus ik weet niet echt of dat heel erg leuk is om te kijken. Want ik kan namelijk gewoon 0,0 op de chat letten. Als ik constant W ingedrukt moet houden, constant in een kas moet duiken. omdat 12 mensen tegelijkertijd het proberen. Uh, want waarschijnlijk heb ik ook een hoop dingen gemist. Oh, jullie vinden het goed. Oké, okay. oké. Okay. Als jullie het goed vinden, dan vind ik het helemaal oké. Okay. Nee, dan is het helemaal oké. Okay. Misschien doe ik dan nu heel eventjes wachten. Zodat ik heel even chat kan kijken. Ik denk dat we het dan zo doen. Ik moet het ook nog even uitvogelen. Dit is mijn eerste keer doorstreamen. Als jullie dan nu eventjes leuke vragen stellen. Dan uh, beantwoord ik nu heel eventjes wat vragen voor een paar minuten. En dan gaan we weer erin. Want anders is het zo'n stream waar ja, je als kijker niet heel veel... Zeg maar, kan doen. Oké, okay, jullie vinden het gewoon helemaal goed. Hé, hey, dat is mooi. Dat is mooi. Smash eventjes op die like, mensen. Stel nu eventjes wat leuke vragen. Um, dan ga ik die even beantwoorden. En deel deze stream met iedereen die je kent. We hebben nog maar 200 likes nodig. En dan komt er nog een naamrondje. Um, voor nu moeten we eventjes... Uh... Oh, ik weet niet wat ik aan het doen ben. Mijn stoel is zeg maar een beetje stuk. Even kijken. Wat voor achievements heb ik eigenlijk? Body system... Play with your friend. Hide from the entity by staying out of sight. Heet die entity? Survive the ice. Escape from the library. Encounter your first death. Survive rush. Run for. From... Oh ja, seek was die gast. Ja, ik ben er zo slecht in. Wat zijn dit? Oh ja, dit zijn En ja, Dat is best wel zo grappig. Hoeveel heb ik er eigenlijk? Waar staat dat? Dat staat helemaal nergens. Uh, Welkom Mike. Dit is een sure. Dit, 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 is een hele, dit is een originele vraag. Daarom was ik een beetje perplex. Normaal is het altijd: hoe oud ben je 50 keer? Maar dit is Sure SM7B. Sheesh. Heb je nu stars gekeken? Uh, ja, vorig jaar. Hoe oud ben je? There it is. Ik ben 16. Lusje koekjes. Maas zijn wel te doen. Zijn wel te doen. Dit zijn wel echt de sickste vragen ooit. Omdat er geen muziek is, voelt het soms zo flipping lullig. Je hebt 400. Oh! Damn, het staat er echt miniscule boven in mijn beeld. Ik moet zeg maar echt een kilometer naar boven kijken om dat te zien. Mensen vragen alleen maar, ga je dit ooit nog spelen of dit? Uh, ik ga ooit nog allemaal dingen spelen, ja. Maar niet nu. Nu spelen we doors. Uh, maar is er echt niet een manier om deze liften te veranderen? Of is dit gewoon iets van VIP-servers? Want vier mensen lijkt me echt veel chiller. Want de potjes zijn toch super snel voorbij. Dus dat lijkt mij veel beter. Maar ja, misschien, uh, misschien ligt dat aan mij. Ben je live op Twitch? Nee, hoe lang ben je? Geen idee, maar niet heel lang. Heb je een huisdier? Nee. Um, ga je weer een keer Minecraft spelen? Uh, ja, denk het wel. Wat voor specs heb je? Um, ik heb een 3080. Uh, en iets van Ryzen. Ik weet het niet meer. Uh, 95800X. Ehm. Uh, um, 64 gigabyte RAM. Ik uh, weet merk niet meer. T-Force en uh, moederbord is Gigabyte B550 Vision DP volgens mij. En de power supply weet ik niet meer. Um... Ja, dat is. <laughs> dat is. Nou mensen, we gaan wel weer een potje spelen. Heel veel dingen is gewoon friet of patat of ben je op Twitter, uh, dat soort dingen. Dat is niet super interessant, het spijt me. Uh, heb je broertjes of zusjes? Nee, ik heb geen broertjes of zusjes. Dit voelt een beetje als een soort raadspel of zo, ik weet niet. De, deze vragen, dat, ik, ja, ik weet niet, ik weet niet, het voelt gewoon zo. Een nieuwe link. Ja, op zich kan je, oh, mensen gaan er al in staan. Op zich kan je best wel makkelijk joinen, want de lobby zit helemaal niet vol, zeg maar. Je kan gewoon dezelfde link pakken. Ik kon hem namelijk ook joinen. Hier, want de, 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 hier kan je nog makkelijk bij. Kijk, kijk, al deze mensen. Ik vind het zo grappig. Hier, iedereen zit zo hier. En doe ik zo. Het <laughs> voelt echt alsof ik een soort virus ben. Die zo... Hier zo... <laughs> we kunnen gewoon echt heel deze gang bulldozen. gewoon. Dat is echt heel erg grappig. Nou, uh, we gaan in deze lift. Het gaat weer flipping chaotisch worden. Want zo werkt het. Ja, yeah, it's not suited. Dat snap ik ook wel. Maar meestal heb je met een VIP-server niet echt controle met wie er allemaal in je lift gaat. Nou, daar gaan we. Het spijt me iedereen. En die hond is er weer bij. Hij doet het goed. Hij doet het heel erg goed. Hey, Nokski. lol, heeft... 5 flipping euro verdiend. Uh, verdiend uh, gedoneerd. Joh, wat er. Nog een superchat. Wat gebeurt er? Noxky heeft 5 flipping euro gedoneerd. Super, duper bedankt, bro. Iedereen spam even Noxky in de chat. Heb je tips om zelf YouTuber te worden? Want ik ben ermee bezig om het zelf te doen. Eén. Ik, ik weet dat ik dit heel vaak zeg, maar het is gewoon zo. Doorzetten. Het is moeilijk. YouTube is moeilijk. Het is een flipping grind. Het is echt grind. Ik wil je trouwens niet demotiveren. Ik wil je eigenlijk alleen maar motiveren. Maar je moet wel heel erg doorzetten. Sinds de, de hele periode van 2020 en daarna zijn er zoveel meer YouTubers. Dus er is gewoon constant superveel concurrentie. Het, het, je moet gewoon heel erg echt een doorzetter zijn. En je moet zeker weten dat je het echt wil. Als je het echt wil, dan gaat het je duizend procent lukken. Dat is met alles. Als je het echt wil, dan lukt het gewoon. En um, nog een dingetje: niks aantrekken van de haat. Je gaat sowieso haat krijgen. Niet nog een keer uh, of uh, wederom. Uh, ik, ik wil je niet demotiveren. Maar er gaat sowieso gewoon haat komen. Als, als je het ook maar een beetje goed doet. Want mensen zijn gewoon altijd jaloers. En daar moet je gewoon niks van aantrekken. Daar moet je gewoon echt niks van aantrekken. Als jij het leuk vindt, dan moet je het gewoon lekker blijven doen. En dan hebben we daarna nog een donatie van. Oh, crap. Hij is naar beneden gegaan. Oh, sorry, bro. Maar het was van die gasten met Naruto of zoals profielfoto. Die ruw is nog wat. Het spijt me. Maar hij heeft 2 euro voor, uh, gedoneerd. Waarom zeg ik constant verdiend? Het spijt me. Maar ik ben heel erg gefocust hierop. Maar hij heeft 2 euro gedoneerd. Heel erg bedankt. Ik ga hem zo eventjes hardop noemen. Het spijt me, bro. Ik kan hem misschien dan ook even opnieuw in beeld zetten. Het spijt me enorm. Crap, ik moet echt in kastjes gaan kijken. Maar ja, iedereen loopt in één keer door, want iedereen heeft die key ook in één keer. Uh, ik vind het niet leuk als het donker is, want ik zie echt niks. Was dat nou Screech? Oh, ik dacht dat het Screech was. Oké, okay, sorry. Ik ben een beetje stil. Ja, dat is ook met twaalf mensen. Dit is zo iedereen rust zo erg. Ik kan echt in geen één flipping kastje kijken. Hallo? Ja, en iedereen heeft hier ook weer alles uitgepakt. Want als ik één seconde in een kastje kijk, dan kan ik ook weer niet in de volgende kastjes kijken. Yes. Nee! <laughs> dat was zo lullig. Ze moeten echt een soort systeem maken of zo. Zodat je kan zien wie er allemaal, welke kasten allemaal vol zitten. Dat was echt heel erg irritant. Om erachter te komen in welke kast je moest. Ik kan ook gewoon niet goed die kastjes openmaken. Ik kan nooit die onderste openmaken. En nu sta ik weer achter en dan kan ik de volgende kastjes niet openmaken. Oh, iemand is lekker aan het spammen. Ik weet ook niet wat dat geluid elke keer is. Oh, dat is volgens mij dat het licht uitgaat. Nou, daar gaan we. Er zijn nog echt superveel mensen over. Dat had ik niet verwacht. Ik vind het met minder mensen ook wel misschien leuker. Want dan is de figure ook veel leuker. Want nu heeft iedereen elk boekje. Wat ook logisch is, want je bent met heel veel mensen. Maar, uh, I don't know. Ik weet niet. Ik vind misschien vier mensen leuker. Maar dan maken jullie wel meer kans. Nou, licht weer uit. Kom flipping screech weer. Wat was dat? Oh, dat is die boekenkast. Oh, crap. Ja, niemand heeft gekeken. Let's go. Jumpscare? Oh, nee. Oh, flikker. Ja, daar komt Rush. Ik zeg trouwens niet flikker. Ik zeg zeg maar van licht die knippert. Wat? Oké, okay, hij komt hier niet. Goed om te weten. Hé, oh. hey bro, ik hoor helemaal niks van jou. Wat is dit nou, weer? Hé, <laughs> hey, dit leidt helemaal nergens uh, heen. Hè? Huh? Waar is iedereen? <laughs> Niemand kan het vinden. Niemand doet wat. Ik zie niks, mensen. Ik heb helemaal lamp op me. Ik zie echt geen zak. Oh, volgens mij is deze gebukt. Oh, nee. Niemand wil hem gewoon vinden. N niemand had zin om naar beneden te gaan. Want dan kan nu iedereen gaan rushen voor die kastjes. Yeah. I see what you're doing, bro. What the... Oké, okay, nou. Ja, nu hebben jullie allemaal een voorsprong. Wat is dit nou? I iedereen opent ook die laadjes. Super professioneel. Oké. Okay, nou, daar gaan we. There we go. Oh, we hebben eyeballs. We hebben eyeballs. Let's go, eyeballs. Who join you? Uh, via LinkedIn. die. Oh. Oh, wat mijn camera is uit. Um, nice. Hij is leeg. N niema niemand zegt ook wat. Oh shit. Ja, flipping dinges komt nu. Oh shit. Mensen, ik moet even focussen. Ik heb geen camera. Oh nee, ik was vergeten me in te pluggen. Hij is leeg. Oh, hij zou zo ook eventjes voor vijf minuten moeten opladen of zo. Mensen, het spijt me. Jullie kunnen het nog wel zien, gelukkig. Waarom schudt het flipping beeld zo? Stop. Ik kan niet normaal rennen. Oké, okay, ik ben ook super dicht bij mijn mic. Het spijt me als ik jullie oren een beetje pijn doe. Oké. Okay. Wacht. Wacht. Waarom wacht niemand? Ik typ wacht. Safe spot. Ik type flipping. Wacht even, mensen. Maar niemand wacht. Wacht, wacht, wacht. Oké. Okay. Crap, jij ja, moet heel even opladen. Ik heb ook geen idee of de flipping stacker erin zit. Dat was naar. Dat was naar. Dat was naar. Ik was niet aan het opletten. Ik wist niet dat er een lightflicker was. Want ik ben mijn camera aan het opladen. Um, safe spots zijn geen closets, Maar wel veilig. Uh, ja. Ik snap dat dit rush was. Maar ik was zeg maar mijn camera aan het maken game. Ik was mijn camera aan het maken. Oké. Okay, doet hij het nu? Ja. Nou, daar zijn we. Hij is wel bijna leeg. Dus straks. Um... Valt hij waarschijnlijk weer uit? Nou, daar zijn we. Iedereen, pak even de key. Hé, hey, daar zijn we weer. Lief alsjeblieft de stream niet. Deel deze stream met iedereen die de stream net is geliefd. <laughs> Oké, okay, ik zat net ook super dicht bij mijn mic. Dus ik heb jullie ook doof gemaakt. Het spijt me. Maar dat was heel eventjes hectisch. En nu ben ik ook gewoon weer doodgaan tegen Rush. Omdat ik weer niet aan het opletten was, omdat ik iets anders aan het doen was. En ik moet nog steeds zo meteen even die donatie doen. Het is voor mij best wel moeilijk om dit te doen, want iedereen gaat ook zo flipping snel. Niemand doet het even rustig aan. Nou, daar gaan we. Ja, dat snap ik ook wel, want je kan niet echt. Wat? Wat? Wat was dat? <laughs> error. Oké, okay, ik ben error tegengekomen, mensen. Oh ja, niemand heeft gelet op de deur. Oh, hey, deze was goed. Oké, okay, ja, uh, yeah. nou, nice. Nice, mensen. Dat was blijkbaar error. Ik weet niet hoe rare dat was. En voor een of andere reden, ik schrik altijd van Screech, maar niet van die guy. Terwijl ik weet zeker dat ik me daardoor echt dood kan schrikken. De, door die error die je net zag, of glitch, ik weet niet hoe die heet. Ik weet nu al dat ik daardoor echt gewoon me dood kan schrikken. Oké, okay, waar spant die? Hey, Noxky met de 2 euro, heel erg bedankt. Wat voor camera heb jij uh, een Sony ding? Die Enzo Knol, zeg maar, vroeger had. Oké, okay, figure gaat naar boven. Kunnen we lekker papiertje pakken? Ja, ik wil eigenlijk wel. Um, even die kamer. Of uh, even die laadjes checken. Ja, nu gaat hij naar het papiertje. <laughs> Wow, waar zijn de boekjes? Ja, sommige mensen hebben eerst de boekjes gepakt in plaats van het papiertje. En nu zit hij daarachter. Nu gaan we sowieso dood. Waar zijn de boekjes? Holy shit! What? Oké, okay, nou, uh, sorry, ik ben een beetje stil. Ja, ik kan niet echt boekjes vinden, omdat ik ging als eerste voor papiertje. Ja, ik zie ook echt helemaal niks. Het, uh, ja, le leuke verrassing of ik gepakt word. Ik merk ook dat ik steeds meer naar voren ga luinen. Op een gegeven moment zit ik zo. Het spijt me echt enorm. Recht terug. Dan ben je beter. Oh my god. Ik wou net zeggen. Maakte iemand nou geluid terwijl we in de zeevoeg zaten? Dat zou echt erg zielig zijn. Nou, oh, hier kunnen we dingen kopen voor muntjes. Hoe zie ik hoeveel ik heb? Ja, iedereen koopt al alles voor mijn neus. Ik wil lekker met deze mensen praten, maar iedereen rent al door. Wat is dit nou weer? Ik dacht, ik ga lekker gezellig met dit. Dat is een nieuw gekke chill. Nee. 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 Vo hoe flipping moeilijk is het om een la open te maken? Laat maar. Iedereen is al doorgerend. Ik wilde even met die mensen praten, want dat is nieuw. Ik wilde items kopen, maar iedereen gaat al sweaty die die dingen kopen. <laughs> en ik wilde een flipping la openmaken, maar je ging constant onder het bed. Dat moet ze echt verbeteren, want het is ook zo moeilijk om het onderste laadje open te maken. Nou, spannend. Extreem spannend. Wat was dat geluid? Oké, okay, nou. Oh, wat cozy mensen. Oké, okay, stop maar heel eventjes met uh, spammen meneer. Sorry. Maar doe maar even niet. Oh, crap rush. Wacht. Wat wacht. Als je hieronder gaat, kan die niet bij je komen. Dat is toch waar? Dat is waar, hoop ik. Ja. Waarom is het hier zo moeilijk om te zien? Misschien omdat ik een extreem donkere monitor heb, maar ik zie echt helemaal niks. Oh, iedereen is al doorgegaan zonder mij. Wat is dit nou weer? Wat is dit nou weer? Waar was die lever dan? Ik moet gewoon nooit in die donkere stukken gaan. En mijn monitor uh, beter zetten. Wow! Wow, dit is echt sick. Ja, niemand heeft de Skull Key gekocht. Ja, die heb ik niet gekocht. Oh shit. Oh shit. Oké, okay, sorry. <laughs> ja, ik ben nu, nu een beetje stil. Want ik ben nog nooit zo ver gekomen. En er was een nieuwe kamer. Ik wilde hem even bewonderen. Maar iedereen rent natuurlijk alweer door. Omdat iedereen dit al tachtige keer heeft uitgespeeld. Maar dat zag echt heel erg sick uit. Dat is echt een soort, um, Een soort, ja, ziekenhuisbed. Uh, of uh, zo'n soort. Ja. Zo'n field. Zo'n field hospital leek dat een beetje op. Of gewoon een. Letterlijk gewoon een ziekenhuis. Dat kan ook. Maar je snapt wat ik bedoel. Het is gewoon. Het zag er gewoon sick uit. Want dat is een beetje, dat, dat heb ik nog nooit gezien. Want dat was een beetje, de hotel-vibe is nu weg. En het voelde al een beetje als de backrooms. En voor mijn gevoel was dit al best wel een neppe locatie. En misschien heb ik ook gelijk. Misschien heb ik ook gelijk. Want waarom zou je random ineens een kamer hebben? Ineens een ziekenhuis, thema kamer, midden in een hotel. Dat slaat helemaal nergens op. Nee, oh, Ik wilde dit ding uit het laadje pakken. Wat is dit nou weer? En daar zat die gorilla weer. Ja, hij, hij gaat nu ziek euh, pakken, man. Hij gaat achter ziek aanrennen. Plot twist. Right now. Ik ben ineens extreem stil. Ik weet het. Maar ik doe het nu ook veel beter. Ja, wanneer ik mijn mond hou, ben ik ook echt een pro. Ik ben echt een flipping pro. Hé, hey, hoezo sla je me, bro? Stop even met slaan, man. Ik werd echt gewoon BAM! Echt gewoon geslept door die hand. Oké, okay. oh ja, kijk, kijk. Oh, dit vind ik zo sick. Maar, oké, okay, nu gaan we allemaal met z'n allen wel iets langzamer. Maar kijk, je ziet nu al meer dat het een soort van corrupt is of zo. Want voor mijn gevoel worden de schilderijen ook steeds meer disturbing. En daar zag je net aarde of was het vlees of zo, en je zag ook klauwen. Is er dan nog een mega monster wat, uh, wat gaat komen? What? Oh! Ik reageer daar altijd te laat op. Omdat <laughs> je ziet die echt bijna nooit. En dan vraag ik me af: hè? Wat de F Is het blauwe licht? What? Wanneer knipperden de lichten? Oh, deze is zo luid. Jeetje. Uh, wa Wanneer knipperden de lichten? Dat zag ik helemaal niet. Ik, ik dacht al: waarom gaat die ene guy in die kast? Wat trouwens ook echt naar was. Eén kast, really? Eén kast, wanneer de lichten knipperen. Je ziet wel dat dit niet gemaakt is voor twaalf mensen. Mm. Wat? Dat was echt naar. Oké, okay, sorry, maar ik ga misschien heel eventjes een korte time-out geven. Want ik snap niet echt wat je bedoelt. Ah, kom op. Ik, heb het zo... ik ben zo ver gekomen, maar ik zag niet dat de lichten knipperden. Dat is naar. Dat is naar. Oké, okay, nou, we gaan weer eventjes in de nieuwe lobby. Vonden jullie dit uh, goed? Ik vond het nog steeds erg chaotisch, maar als jullie het goed vonden, dan, uh, dan vind ik het ook goed. Dan, uh, dan vind ik het ook goed. Vonden jullie dit goed? Of willen jullie dat ik het iets rustiger aandoe? Dat we gewoon langzaam lopen? Want, uh, en, maar dan ga ik zeg maar gewoon in een open lobby. Of dan ga ik in mijn eentje spelen. Ik kan ook in mijn eentje spelen. Willen jullie dat ik een solo creepy scary uh, 3am run ga doen? Dat kan ik ook doen. Want dan kan ik ook rustig aan en dan kunnen we de lore bestuderen. Waarom zat er een ziekenhuis? Nee, maar ik, vond er, ik vind het oprecht best wel cool. Want naarmate je verder, uh, steeds verder komt. worden de schilderijen steeds meer. Ja, disturbing, ongemakkelijk. Gewoon raar, horrorachtig. En je ziet er op een gegeven moment dus ook klauwen en aarde of vlees. Ik weet niet echt wat het is. Maar gewoon, het is steeds meer kapot. En dus rennen we ineens een in ziekenhuiskamer. Dat slaat echt helemaal nergens op. Doe eentje solo. Uh, mensen zeggen nee. En mensen zeggen ja. Weet je wat? Ik doe gewoon eentje solo. Gewoon even lekker kort. Dat maakt het wel ietsje enger, moet ik toegeven. Um... Maar dan kan ik wel iets langzamer doen. Want het, er is toch helemaal geen tijdlimiet? Die bestaat toch niet? Volgens mij is dat er namelijk niet. Ja, of ik ga met randoms. In ieder geval geen twaalf lobby. Wacht. Ik, ik ga één potje solo, mensen. Eén potje. En dan kan ik ook een beetje op de chat letten en dat soort super sappige dingen. Maar eerst ga ik heel eventjes de donatie kijken van meneer Ruish. Ik denk dat je het zo zegt. Hij heeft dus, of hij had 10 minuten geleden, het spijt me. 2 euro gedoneerd. Super duper bedankt. Kom je samen, ik speel wel rustig. Ja, het spijt me. Ik kan niet echt heel erg makkelijk met individuele mensen spelen. Tenzij ik ze als vriend toevoeg. En ik voel eigenlijk al heel lang geen mensen meer toe. En ik heb Max vrienden, dus dat is een beetje moeilijk. Uh, ja, ik moet ooit nog mijn vriendenlijst cleanen. Uh, zeg maar opruimen. Maar dat uh, duurt extreem lang, omdat de Roblox-website best wel flipping langzaam is. Um... Oh ja, en uh, Noski stuurde ook nog zijn YouTube-kanaal. Gamerspatsi no uh, Nox. Noxki Nox bedoel ik trouwens. Het spijt me. <laughs> Daar gaan we weer. Uh, Noxki stuurde zijn YouTube-kanaal, dus Gamerspatie Noxki. Uh, yes, en dat was hem. We zijn weer helemaal recapt. Voor nu deel deze stream even met iedereen die je kent en smash even op die like-knop. We hebben nog maar 90 likes nodig en dan is er weer een nieuw namenrondje. Dus uh, smash even allemaal op die sappige like-knop. Oh, en iedereen joint het ook. Banaan, iedereen. Ik heb nog steeds de bananasvriend vriend. Toen een keer voor Mad City 1v1, volgens mij. Ga je soms kijken voor mensen die iets raars typen? Ja, soms heb ik wel moderators. Maar uh, die zijn uh, er niet. Of zo. Nee, ja. Uh, ik probeer wel een beetje op te letten. Alleen, het is soms dus best wel moeilijk... Want, zo zie je, als ik één keer wegklik, mijn camera inplug, bam, ben ik ineens dood. Maar als ik in mijn eentje speel, maakt het volgens mij niet uit. Want volgens mij, kan iemand dat even confirmen, volgens mij is er geen tijdlimiet. En dat, dat, dat is er letterlijk niet. Dan de nieuwe, oh ja, ja, Fighter. Jij zei dat ook aan het begin, een uh, nieuwe Mad City update. Ik moet daar even naar kijken. Die donatie die je had gemist was een tippie. Oh! Oh, serieus? Zeg dat al meteen. Oh, nee. Is diegene er nog? Is diegene er nog? Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Dat zou heel erg stom zijn. Oh, dat is ka Katzen. Ja, die zit hier. Die zit hier. Ja, ja, ja. Dat is de... Dat is Katenverkoper. Ed, Ed Katzen. Hallo. Werkt dat zo? Nee, oké. Okay, dat werkt niet zo. Je donatie... Ik zeg even zo. Even, zodat hij even naar de stream komt. Oh, en iemand. Oh, nee. Oh, dit was iemand die had voor de stream gedoneerd. Oké, okay, sorry. Dat had ik niet echt kunnen zien. Ik uh, Sorry. Ik ben het zeg maar niet zo gewend dat iemand voor de stream doneert. Ik had iets in mijn oog. Um, heel erg bedankt bro. Nou hier, dan laten we ze even opnieuw in beeld. Dan hoop ik nog. Uh, katerverkopers sowieso. Maar dan hoop ik dat Invisible Pilot er is. Want hier alarmbellen. Wow! Invisible Pilot heeft 3 flipping euro gedoneerd. Heel erg bedankt bro. Ik hoop dat je er nog bent. Stuur eventjes een, 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 een leuke emoji als je er bent. Heb er weer zin in. Heel erg bedankt bro. Ik hoop dat je er nu ook nog steeds zin in hebt. Um, en dan moeten we je ook heel even de donatie van katsen doen. E.K. te verkopen als het goed is. Hier, there it is. Hij heeft ook drie euro gedoneerd. Super duper bedankt. Jobro, muziek, muzie uh, oh, so. okay, muziek kan gewoon aan de muziek. Oh, zo. Oké, op die manier. Jobro, muziek kan gewoon aan. De muziek en is custom gemaakt. Uh, Game Theory en andere grote kanalen gebruiken het ook. Oké, okay. uh, dan, dan zou het op zich gewoon moeten kunnen. Alleen soms wordt je alsnog een copyright strijk. Ook al is het custom gemaakt. En misschien is, heeft Game Theory ook wel een copyright strijk. Maar die guy is een multimiljonair. Dus die boeit het dus waarschijnlijk helemaal niks. Nou, is dat nog wel zuur. Ik weet niet. Ik laat het misschien maar uit. Want het voegt inderdaad wel dingen toe, maar I don't know. Um, Oké, okay, mensen. Ik doe één solo run. Daarna doen we weer een run met kijkers. Dus uh, ja, we kunnen, we kunnen misschien ook met iets minder. Of zal ik... Ja, oké, okay, jullie vroegen om solo. Jullie vroegen om solo. We doen één kleine solo-run. Stel even leuke vragen, want als het goed is, is er geen tijdlimiet. Ik weet dat ik dat net heb gevraagd en ik heb niet gekeken. Yikes. Sorry. Ja, ik doe één hele korte solo-run, mensen. En waarschijnlijk hebben we na de 500 likes. En dan doen we een rondje. dus smash eventjes op die like. Doe een nieuwe link. Ja, zo meteen. Anders zou je Rush niet aankomen. Uh, ja, maar je hebt toch gewoon uh, lichten die knipperen. Ja, dat is, uh, dat is een probleem als je uh, niet in de kamer bent waar de lichten knipperen. Maar nu ben ik he helemaal alleen. Uh, wat koop ik? Ik koop misschien wel een lighter. Is dat zonde van het geld? Ik heb echt geen idee. En ik ga steeds zo naar voren. Het Doors Gamer -nekje. Nou, daar gaan we. Woehoe. There we are. Oh, ik kan het bewonderen. Damn. <laughs> nee, maar ik vind het gewoon, dit spel is zo sick gemaakt. Oprecht, dit is gewoon zulke goede kwaliteit. Dit is gewoon echt een heel leuk spel. Uh, zo, deurtje. Oh, oh, dat moet je ingedrukt houden. Ja, ik ben nooit zo snel om dit als eerste te doen. Kijk, en ik ga lekker rustig alle kastjes kijken. En dan zitten er geen kastjes. Hier, dan heb ik echt zoveel items. Heb ik 80 Crucifix? Hier, oh, je moet daar crouchen. Hé, hey, wat? Was hier een sleutel? Wat the. Of hier. Ja, ik ben nooit de eerste die die dingen pakt, dus ik heb geen idee. Wacht, wat? Oh, ik wist niet dat hij op de grond <laughs> kon <konden> liggen. Oké, <Okay. laughs> misschien had ik toch een solo run moeten doen, want dit gaat een flipping eeuw duren. En die figuur in mijn eentje. Oh nee, ik wou dat ik eigenlijk met twee mensen. Want dan is die figuur iets makkelijker. Flint heeft 1 euro gedoneerd. Heel erg bedankt bro. Dikke shout out naar jou. En Jaap is lid geworden. En dat is volgens mij ongeveer 5 euro per maand of zo. Heel erg bedankt bro. Heel erg bedankt voor uh, het lidmaatschap. En de 1 euro. En uh, ik moet trouwens echt nog iets meer gaan doen voor leden. Ik ben het nog een beetje aan het uitvogelen mensen. Maar dat ga ik doen. Die schilderijen vind ik soms ook echt grappig. Maar hier. Eh, Oké, okay, ik wou net zeggen. Kijk hoe peaceful ze zijn, hoe vrede. Oh, wow, wow, wow. Wow, wow, wow. <laughs> nee, maar. Ik wou net zeggen. Ja, de schilderijen zijn aan het begin nog heel erg vrede. Huh? Wacht wat? Oh! Wacht wat? Oké, okay. ik moet trouwens gaan letten op de. Uh, ja, hier heb ik dus niet over nagedacht. Mijn scherm staat zo flipping donker. Ik kan echt niks zien. Oh, hallo? Ja, dit gaat echt extreem lang duren, omdat ik zie echt helemaal niks. En ik wil niet die light aan het begin al gebruiken, helemaal opgebruiken. Wat ik waarschijnlijk wel ga doen. Maar, uh, wat wou ik zeggen? Ik heb echt geen idee meer wat ik wou zeggen. Ik wou iets zeggen, ik weet helemaal niet eens meer waar we het over hadden. Oh ja, ja, dat de schilderijen aan het begin heel vredig zijn. Maar dat ze eigenlijk um, al helemaal vanaf het begin niet vredig waren. Oké, right nou, zo. Oh, wow. Oh, het is nu blauw. Oh, als je er te lang over doet. Oh, wat lief. En ik zei het nog steeds niet goed. Sorry, ik ben zo erg gefocust. Want ik ben dus ook aan het luisteren voor Screech. Maar ik bedoel, de schilderijen waren aan het begin al niet vredig. Dat is wat ik wilde zeggen. Al 80 flipping keer. Wow. Deur 11. Oké, okay, dat moet ik onthouden. Yes, de licht aan. Let's flipping. Go! Wow, jeetje, ik kreeg hartverzakking. Ik had dit niet alleen moeten spelen, mensen. Ah, oh, dat is die Spin! Ik zag dat iets te laat. Waarom is die zo flipping luid? <laughs> Oh, lichten gaan weer uit. Jeetje, Mina, wat heeft deze game met lichten uit? Voor mijn gevoel gebeurde dat niet zo uh, snel. Vaak bedoel ik. Nou, daar gaan we. Komt hij maar door. Ja, ik hoef niet te strijden hiervoor. Ik weet niet of ik een volledige solo runde ga doen. Want ik ga hier namelijk zo bizar langzaam doorheen. Want ik ben gewoon noob. Misschien Misschien ga ik hem niet afmaken, mensen. Ik dacht, ik ga het even snel doen. Maar ik ben toch niet zo heel erg bro. Nou, lichten gaan weer uit. Oké, okay, 17 zijn we nu. Jeetje. Dat is een oog. Oké. Okay. Uh, dit was 18. Oké, okay, dan moeten we die openen. Uh, ja, ja. Dan moeten we die openen. <laughs> ik wil ook geen kastjes openmaken. Omdat die verdomde spin overal zit. Dat vind ik echt niet leuk. En ik kom toch niet langs de figure. Dus ik heb helemaal niks aan muntjes. Oh! Yes, bandage, man. Let's go. Want doet die spin ook damage? Dat is echt stupid. Oké, okay, uh, bro, waar is die flipping key? Het moet een 19 zijn. Dat moet ik echt niet vergeten. Oh, hier. Ja, ik ga geen kastjes meer openmaken. Ik ben nu te bang voor die spin. Uh, deze, 19. Oké, okay, dan gaan we nu... Uh, ja, nu zijn we dus op deur 19. Logisch. Okidoki. Wil ik daar naar binnen? Oh, dat is een key. Oké, okay, nou. En dan zijn we nu hier. Oeh, ik heb nog nooit deze layout gezien. Je hoort nu ook zoveel meer flipping geluiden. En dat vind ik echt niet leuk. Je hoort echt zoveel meer geluiden. Waar? De F is deze key. Hallo? Wat? Oh, oké. Okay, hij appeert gewoon ineens. Dankjewel, doorschode. Dat is 20, toch? Ja. Oké, okay, nou. 21 gaan we nu naartoe. Lichte knipperen. Wat is jouw lievelingsdier en kleur? Ja, er zijn heel veel dieren die ik leuk vind. Ik vind uh, geiten leuk, schapen, een egel, een schilpad. Elk dier is bijna wel amazing. Dus ik heb niet echt een lievelingsdier. Uh, lievelingskleur? Ik weet dat het geen kleuren zijn, maar zwart en wit zijn erg nice. Maar ook rood. Rood is nice, want dat is mijn kanaalkleur. En paars. En, en lime. Sorry mensen. Sorry. Misschien, misschien ligt het aan de leeftijd. Maar ik heb niet echt meer een lievelingskleur. <laughs> ik weet dat nee, ik weet niet echt over leeftijd kan spreken. Maar voor mijn gevoel ligt het er wel een beetje aan. Zeg maar. Wat. Zeg maar. De tijd van een lievelingskleur hebben is een beetje verdwenen. Hoe ga ik hier zeg maar weg? Wat de hel? Ik moet daar achter komen, maar ik heb geen idee hoe. Wow, dit is echt inspirerend. Het is een beetje, de, uh, een beetje de kunst van tegenwoordig. Ik heb geen idee welke deur we zaten. Oké, okay, gelukkig. Oké, is 25. Nou, dan kunnen jullie me natuurlijk wel even helpen. Lacht er nou een sleutel? Ik weet het niet. Wow, dit ding kan echt overal liggen. Dat is zo naar. Dat is zo naar. Dit ding kan letterlijk overal liggen. Ja, of hier niet. Bro, what is this, man? Lacht hij hier? Zo moeilijk om die onderste lauw te maken. Uh, ja, nice. We kunnen dus lekker terug gaan lopen. Want dit is het nadeel aan Solo. En waarschijnlijk is er wel een tijdlimiet. En dan komt er zo een of andere stupid dom beest. Wat heel langzaam hier naartoe komt lopen. En dan zijn we dus dood omdat we niet snel genoeg waren. Waar is de flipping key? Bro. Er is letterlijk geen key. En die klok word ik zo flipping naar van. Dat is echt niet normaal. En dan ga ik weer onder het bed. Nee. Um. Oh, Oh, ik dacht dat hij hier lag. <laughs> ik dacht dat hij hier lag. Maar waarschijnlijk ligt hij wel hier gewoon in de main kamer. Want dit zou namelijk echt insane zijn. Nou ben ik intussen wel bijna elke kamer geweest. Of City Express hier. Oh nee, nee, deze is kapot. Oh, oh, dankjewel. Oh, really? Ik ben hier letterlijk geweest. Oh, die, die lamp is wel erg nice, moet ik zeggen. Die lamp is erg nice. Hoe word je lid? Uh, lid zit uh, rechts van de like-knop, volgens mij. Staat daar lid worden. Maar op dit moment doet die lid worden nog helemaal niks. Behalve dat je naam groen is in streams. Maar het is eigenlijk op dit moment gewoon een, uh, een support-dingetje. Oké, okay, nou. Zo, oh nee, geen ogen natuurlijk. Oké, okay, nou dan lopen we lekker door. Hier, dit gaat echt perfect, mensen. Ik ben ook Rich flipping stekker hier indoors. En ik vind het wel leuk dat je de, de tijd kan nemen. Nou is het wel een beetje creepy. Dat waren knipperende lichten. Oké, okay, nou perfect. 28 zijn we nu. Deur 28. Oh, oké. Okay. <laughs> ik was daar nog nooit de eerste, dus ik heb geen idee dat het, uh, geen idee dat het zo werkte. Ge geef mij maar een spin. Nee, oké. Okay. Oh, geef maar die bottle. The Bottle of Vitamins. Thank you. 29. Uh, Oeh, we moeten naar beneden. Oké, okay, nou 30. 31. Hoe join a private server? Dat ga ik zo weer uitleggen. Op dit moment is het geen private server. We hebben ook eyeballs: 32, 33. Wow! De paintings zijn ook anders. Dit was 33, toch? Oké, okay, er is dus hier ook maar één deur. Gun mij even guiding light vanaf het begin. Ik heb geen zin om sleutels te vinden. Oké, okay, maar ze liggen dus nooit in laadjes. Dus als je echt heel erg bang bent voor die spin, hoef je geen laadje te openen. Volgens mij konden ze daar eerst wel in liggen. Word ik nou gek. Okidoki. Nou, hier ook niet. Nou, dan gaan we hierheen. Die ogen zijn zo creepy. Uh, nou, hier ligt hij ook niet. Verdorie. Verdorie. Of ligt hij altijd in het zijkamertje? Oh, damn. Oh, daar hebben we geen sleutel voor. Heb je daar een skeleton key voor nodig of zo? Nou, dan ligt hij hier waarschijnlijk. Wat? Het is ook zo flipping stom dat ik voetstappen hoor. Ik word echt gek. Bro, gun even die Guiding Light. Ben ik zo blind of kan die wel in kastjes liggen? Heb ik net helemaal leuk gezegd? Oh, als je zo bang bent voor die spin, dan hoeft dat niet. Hé, ja, hier kunnen ze volgens mij wel in liggen. Um, Hallo? Oh, ja, nice man. <laughs> dat oog is, uh, zit niet echt in een hele goede, hele fijne positie. Het spijt me, man, ik heb medelijden. Wacht wat. Oké, okay, laat maar. Als je bang bent voor de spin, dan stik je er maar in, want je moet gewoon de laadjes openmaken. Oké, okay, duidelijk. Hee zo. Nou, 34. Eindelijk, ziek. Die was echt een flipping half jaar aan het wachten op ons. Daar zijn we. Komt u maar door. Je moet je helemaal hierheen lopen. There he comes. En dan ga ik nu deze falen. Dat weet ik nu al. Zo werkt het gewoon. Nou, daar komt hij. Dat is zo naar. Waarom beweegt die camera zo erg? Dit is zo sick gedaan altijd. Oeh, dat is naar. Die kon je niet zien, die deur. Dat is heel naar. Nou, zo. Bam, gaat meteen de licht uit. Oh nee, dat, dat gun je dan nog wel eventjes. Oké. Okay. Ik dacht dat wel. Bam. Ik heb niet gelet op welke deur. Nee! 41. Het plaatje is er niet afgevallen. Dat is volgens mij het verhaal. Ik heb gelogen aan het begin dat ik niks van de update wist. Ik wist er wel iets van. Wat? Ik hoorde. Psst. Wat? Ik hoorde. Psst. Wat is dit nou weer? Ga ik zo gejumpscared worden? Wow, what the hell? Zet het maar even aan. Nou, we gaan nu naar 43. 44. En nu is het bijna figure-tijd. En dan ga ik dood omdat ik zo flipping slecht ben. Maar figure in je eentje is volgens mij ook echt best wel heel erg moeilijk. 45. Omdat als je het papiertje pakt, dan komt die 9 van de 10 keer naar je toe. En dan moet je wel weg zien te komen. En in de closet zitten is zo so unreliable. Dat is echt niet normaal. Oh hey, dit is lekker chill. Nou, dan gaan we, mensen. Figure, easy claps. Nou, figure, games en al. Geef mij even geen Timothy. Zo heet die spin, volgens mij. Sorry, mensen. Ik ben een beetje stil. Maar ik ben wel even aan het focussen. Nieuw Mad City update. Ik weet het, bro. Ik weet het. Ik heb het al echt vier keer geantwoord. Hé, hey, we hebben een donatie van Jelle. Hij heeft drie euro gedoneerd. Hoi Klonny. Ik ben een hele grote fan. Super duper bedankt, Jelle. Spam even allemaal Jelle in de chat. I appreciate the support. Als ik net. Oh, crap. Als ik net een donatie heb gemist. Het spijt me, mensen. Ik ga zo kijken. Nu moet ik even focussen. Ga ik even in de gamer mode. Ga maar naar boven. Dan kan ik een papiertje gratis pakken. Dank wel.

Ik ben zo slecht in boekjes vinden, mensen. Ik ben zo slecht in boekjes vinden. Ze moeten dus, zeg maar, uitsteken. Jamie, heel erg bedankt bro. Ja, wordt steeds sneller omdat ik boekjes pak. Volgens mij kan je hier dus zes boekjes pakken. Boven ligt er één. En de achtste span beneden. Ja, en ik ga waarschijnlijk dood. Ik ga waarschijnlijk dood, mensen. Ga weg. Dank je. Oh, zo, sorry mensen, droge ogen. <laughs> Nou, nu maar hopen dat deze save spot nog werkt. Ik weet niet of die eruit is gepatcht. Flint, heel erg bedankt voor de euro. Oké, okay. Hoeg, hij is er nog niet. Hij is er nog niet. Flint, heel erg bedankt, bro. Tweede donatie, dikke shout-out naar jou. Als ik net iets heb gemist, het spijt me. We gaan niet dood. Nice. Ik moet ook nog de code goed raden. Pff, bro, mijn oogballen. Dat is ook het thema van Doors. Ik liep door plank heen. Volgens mij hoort hij je dan. Ik ga dood. Ik ga dood. 5, 4, 3, 2, 1. Oe! Nee, oké, okay, we gaan niet dood. We gaan niet dood. Waar de F zijn. Waar? Ik mis één boek. Want de andere die spant volgens mij beneden. De andere die spant volgens mij beneden. Hij is nu zo flipping snel. Wat? Ik dacht dat er zin. Ik dacht dat je. Oh, de... Ik heb er eentje beneden gemist. Ah, dat is zo flipping irritant, want hij is zo snel. Oh. Ja, lekker stuikel maar, bro. Oh ja, hier zat er één. Oké, dan zit de laatste hier nu ook beneden. Nou, uh, papiertje heb ik al, uh, lieve schat. Ah, oh, daar, wat naar. Ik zweer als hij hierheen komt. Flint met de 1 euro Heel erg bedankt bro. Legend. Heel erg bedankt. Dikke shout naar jou. Hey, we hebben alle boekies. Ik zweer als hij nu hierheen komt dan ga ik huilen. Ah, ik wil dat hij naar de zijkant gaat. Dit is heel naar, namelijk. Hij is zo flipping snel. Oké okay, mensen, we gaan uh, zometeen gewoon gokken. Ik ben te lang stil geweest. Hij gaat zo naar beneden. Komt hij waarschijnlijk hierheen. Uh, grappig, leuk. We gaan hem gewoon opgokken. Ja, zo. So. <laughs> Kijk, daar komt hij. Gaan we safe spot... En dan kunnen we doen wat we willen. Als het goed is. Dank u. Oké. Okay. Ik uh, Het papiertje maakt. We doen hier zo lang over. Het spijt me. De solo-run duurt al extreem lang. We zijn pas bij deur 50. Als het goed is, maakt het papier geen geluid. Oké. Okay. Um, mensen. 0. 6. 3. 6. 6. Oké. Okay. Dat is thy code. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Nou, Oef. dat is de code toch? Dat is de code. Dat is de code. Zo ver weg mogelijk. 06364. 06364. Oké, okay, ik uh, wist niet dat hij bij de nul begon. En ik wist niet hoe de code werkte. Nou, hey, we did it. Oh, oh, ik dacht al, jeetje, wat is dit nou weer voor een nieuw monster? Let's go! Hola, mi el namo el goblino. Wow. Ah, dit is copyright! Uit. Nee, 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 nee. Schreeuwen, schreeuwen, schreeuwen. Ik zet het voor de zekerheid uit. Ik weet dat dit custom-made shit is. Maar zet het even lekker uit. Dan moet ik het niet vergeten weer aan te zetten. Oké. Okay. Don't try to steal from Jeff, man. Pay, bla, bla, bla. En dit is meneer de Bones. Duurt ook erg lang om met deze man te praten. Zoals je ziet is hij ook echt net gestorven. Nothing happens. Oké, okay, we kunnen Skulky. Vitamins, Crucifix. Ik ga sowieso voor Crucifix. Oké, okay, Crucifix. Uh, vitamins is denk ik best wel onzin. Lockpick toch ook. Nou, nah, dan liever Vitamins. En dit. Dank je wel. Appreciate it, buddy. Here we go. Jammer dat hij geen flipping zaklamp heeft. Hoe kom je in de private server op uh, telefoon? Ja, dat weet ik dus ook niet. Volgens mij ik kan dat niet. Ik, uh, volgens mij kan dat niet. Sommige mensen zeggen dat het wel kan. Maar andere mensen zeggen van niet. En volgens mij werkt dat niet. Dus het spijt me als je op telefoon bent. Uh, ja, dan kan het niet. Nu kan het uh, ook niet. Maar zometeen doen we weer een, uh, een uh, ronde met andere mensen. Ik ga voor de zekerheid maar niet. Uh, hier te lang wachten, voor als het een of ander soort. Uh, dat is copyright. Oeh. Ja, oké. Okay, we zijn sowieso nu al gestrikt. als dat copyright is. Maar het zal wel. Um... Oké, okay, we zetten het aan. Dan gaan we meteen blaren. Hallo iedereen, hallo iedereen. Oké, okay, het staat nu uit. Um... Uh, ja, ik ga voor de zekerheid. maar hier niet te lang AFK staan. voor als er een soort AFK protection is of zo. Dat er dan een of andere monster achter je aankomt rennen. Dat zou nogal lullig zijn. Oké, okay. uh, nou, we weten dus dat we in alle kastjes moeten kijken. Dan uh, misschien zit Timothy ook in een van de kastjes. Oké, okay, nou, ik ben gewoon voorbij de figure gekomen. Ik weet niet of er zometeen nog een, een lobby komt met um, kijkers. Ik dacht, ik doe een snelle solo run. Maar nu, de hele titel is nu gewoon dikke cap. Maar nu ben ik best wel determined om hem uit te spelen, mensen. Sorry, sorry. Mensen, willen jullie dat ik nu stop? Oké, okay, dit is even een hele een naamrondje. Um, ja, als iemand heel even aan mij kan vertellen, of meerdere mensen... Boeit het als ik stilsta? Ga ik op een gegeven moment dood als ik hier stil blijf staan? Of niet? Want dat weet ik niet. Want anders wil ik wel een naamrondje doen. Maar ja, anders dus niet, want ik moet heel erg focussen op het spel. Um, ja, maar willen jullie dat ik nu stop? Of willen jullie, uh, zo, zodat ik met kijkers kan spelen... Of willen jullie dat ik gewoon uh, door blijf gaan? Want op zich, het is wel spannend, hè? Deur 57. Pretty poggers. Ja, nee. Ja. Dit is mm, wederom iets vragen in, in, in een stream, in een notendop. Iedereen zegt ja en nee. Ik, ik weet het nu alsnog niet. What? <laughs> oh. Het is weer sussie. Waarom gaat dit ding zo snel leeg? Er is hier letterlijk niks. Wait what? Oh wat, ik heb een zaklamp gevonden! Oh, epic. Ik wist niet eens of dat de deur was. 61. Ja, sorry mensen. Oh, ik ben erg stil. Wat zeggen, wat zeggen jullie? Iedereen zegt ja. Uh, ja, oké. Okay. Iedereen. Oh, jullie willen dat ik stop. Wacht, stuur even smileys als jullie. Let goed op. Stuur even smileys. Als jullie willen dat ik door blijf gaan. En uitroeptekens als jullie willen dat ik weer met kijkers ga. Want het is wel erg spannend moet ik zeggen. En ik ben nog nooit zo ver gekomen. Volgens mij of in de vorige game. Ik weet het niet meer. I don't know. I don't know. Hut info. Oh waar is die switch? Heel mijn zaklamp geweest aan dit stuk. Oh, dankjewel, guiding light. Ja, gu die guiding light stuurt me naar de deur. No shit. Ben ik hier al geweest? Crap, ik ben nu zelf vergeten wat emojis was. Crap, wat was emojis ook alweer? Uh, Oké, okay, je. Wat was emojis? Bro, what the hell? Ja, erg leuk die Guiding Light, maar hoe kom ik terug? Oh, oh, het was zo dichtbij, really. Crap, ik weet het zelf niet eens meer. Damn, dit ziet er mooi uit. Ik weet het zelf niet meer. Volgens mij was emojis doorgaan. Ik ben ook echt een oelewapper, mensen. Stop. Wat? Ik hoorde pst. maar was het helemaal niet. Emoji is doorgaan. Oké, okay, jullie willen dat ik doorga. Nou, dat is, toch, ah, dat is toch mooi om te horen. Dat is toch mooi om te horen. Want ik... Um, hoe de F kan je op een deur kloppen als er geen deur is? Dat is, dat is onzin, bro. Dat is onzin. Hey, geef even guiding light vanaf het begin, alsjeblieft. Alsjeblieft, alsjeblieft. Dat vind ik erg lief. Dank je. Hé, hé, hé. What up, what up? Ik vind het zo stom. Want dat is wel een beetje zo. Dat ligt aan mij. Ik ben heel vergeetachtig, mensen. Dat is gewoon zo. Ik ben extreem vergeetachtig. Maar. Het is... Zo werkt het altijd wel met streamen. Ik vraag. Ik... Aan het begin van de stream vroeg ik. Yo, mensen op de middelbare. Hoe ging de toetsweek? Compleet vergeten vervolgens. Omdat je bent met andere dingen bezig en zo. Misschien ben ik gewoon niet gemaakt voor streamen, mensen. Maar dan vraag ik het alsnog. Mensen op de middelbare. Oei. Mensen, mensen op de middelbare, hoe ging de toetsweek? Dat vraag ik me wel af, want volgens mij. Had, wow. Want volgens mij had iedereen. Uh, mijn zaklamp is bijna leeg. Oké, okay, volgens mij had iedereen. Wat? Oké, okay, volgens mij heeft iedereen op de middelbare. Na de kerstvakantie toetsweek. Ik had het ook al eerder, maar um, ik had het ook al ergens voor. Na, na de eerste vakantie van het schooljaar. Wat? <laughs> Sorry. <laughs> dit is precies wat ik bedoel. Ja, eh. Uh, ja, en als je niet op de middelbare zit. Dan, eh. Uh, ja. Dan zit je op de basisschool. En dan. Uh, dan mag je daar echt van genieten. Is dit nou een beuk? Of ben ik gewoon dom? Is, is dit iets van de latere deurlevels? Is dit iets wat ik niet snap? Ik wist heel mijn fucking zaklamp hier aan. Mensen, help. Help. Ik volg de guiding line. Wat is dit, mensen? Help. Heb ik de eerste doorsbeuk ooit? Oh ja, ik moet inderdaad even de link pinnen in de chat. Dat is een goeie. Dat ga ik zo vergeten. Deze deur heeft niet eens een deurklink. Wat een scam. Uh. What the hell? Mensen. Laatste jaar en stomme klas. Dat is niet zo fijn. Volg het blauwe licht. Je wordt gestalkt. In Roblox Doors. Uh, ja, ik volg het licht. Maar het licht gaat zeg maar in deze kamer. Of moet ik het licht terugvolgen? Dat slaat toch helemaal nergens op. Oh. Oh. Daar ga ik geen commentaar op geven. Daar ga ik geen commentaar op geven. Dat bedoel ik dus! Dat is letterlijk wat ik de vorige keer ook zei. Dit domme oog komt echt bijna nooit. Dus wanneer die komt, dan zit ik echt van, hè? Wat, wat is dit? Is dit een nieuw monster? Is dit een zieke nieuwe lore? Ik heb niet gekeken naar de deurnummer. Ach, oh, gelukkig. Dat bedoel ik. Dus altijd met het oog. Door 69. Wacht wat? De lichten knipperden toch? Dat sloeg eigenlijk nergens op. Oké. Okay. Is dit nieuw? Ik weet, ik weet niet. Oh, shit. Net waren we door 69. Ja, 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 ja. We waren net door 69. En dit, dit was door... Het is deze. Ja, het is deze. Oké. 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 We did it. We did it. Nee, man. 2 miljoen IQ. Inderdaad. Dat was echt beschamend. Ik ga hier dood. I'm calling it. Want dus ik vind het altijd zo naar hier. De camera beweegt. Hier, ik zit in de gamer pose. Voor als jullie het nog niet door hadden. De camera schudt zo erg. Waardoor. Het is, het is gewoon heel maar. Stop met dit! Alsjeblieft, geef hem gewoon een normaal stuk. Oké, okay, dank u. Zo. Ik krijg hier altijd damage omdat de camera achterlijk beweegt. Oké, okay, zo. Dank u. D dat bedoel ik! Oké, okay, nou, di dit keer wist ik het wel wat meer. Hier hoppa, door 9, een flipping 70. Dat is, het... is dit het monster dat je naar achter moet lopen? Hoe werkt dit? <laughs> Mensen, leg uit. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Nu in de chat. Er is toch zo'n monster, dan staat er. loop naar achter, loop naar voren. Hoe werkt die? Hoe werkt die? Ik weet niet hoe die werkt. Zeg nu in de chat. Zeg nu in de chat. Oh, door die ogen kan Rush niet komen. Oh. Oké, oh, de oogbal is hier weg. Oeh. Oh. <tied> hallo bro. Oh, ga je terug? Oké, okay, dus ik moet gewoon de instructies volgen. Dat is halt. Ja, dat is, Zo heet hij volgens mij. Hij komt niet. Oké. Okay. Alsnog, ik wil wel weten hoe die werkt. Want hij gaat waarschijnlijk wel ooit komen. Deur 80. Waarom is het zo blauw? Oh. Omdat de game mij eens, uh, een slak vindt. Oh. Oké, okay, nou. Bijna deur 100. Waarom gaan de lichten zo raar? Oh, Jeetje mina, ik wist niet dat je zo snel moest gaan Oké, okay, ja, nee, ja, dat was ambush Ik heb, ehm um, ik, ik heb nog nooit ambush gehad En ik wist wel hoe die werkte Als ambush één keer komt Moet je uit de kast, dan meteen er weer in En dan komt hij terug Maar ik wist niet dat je zo snel Terug moest Ik dacht dat je moest wachten totdat je hem hoorde terugkomen Maar je moest gewoon in één keer terug Ik kan reviven, ah, dat ga ik doen wat ga ik doen? Waarschijnlijk ga ik op het einde alsnog dood. Want de hele manier, hele ding hoe dingen werkt, hoe Doors werkt, is um, Trial and Error. Dat is letterlijk wat het is. Uh, kan ik hier mijn shit op pakken? Nou oh, ja. Dat is letterlijk wat Doors is. Dus ik ga duizend procent het einde niet halen. Want ik weet niet hoe het werkt namelijk. Maar alsnog. Revive. Ja, ja, ik ga reviven. 84. Ik weet wel zeg maar dat het allemaal iets anders werkt naarmate je verder komt in de game. I did it! Let's go! Oké, okay. ik weet niet eens of ik hem goed deed. Ow. <laughs> Doe ik het goed? Hallo meneer. Doei meneer. Hey, I did it. Het is alsof ik aan het cheaten. What? The? Wow. Daar staat een standbeeld van een engel. Oh, dit is best wel sick. Dit is best wel sick. Dit geeft oprecht best wel zieke vibes. Ik vind het wel grappig dat het zo mysterieus is. Dit is heel erg sick. Het is bijna alsof ik cheat met een wikipagina. Deur 90. Wow, een soort bloementuin en het weer Dat is ook echt steeds erger. <laughs> Waarom zijn de kamers zo raar? Wat? Oké, okay. ik heb geen... Ik... Nee, ik had het helemaal niet door dat de lichten knipperden. Wat de... Die is zo luid. Waarom is die zo luid? Ik had helemaal... Ik had niet door dat de lichten knipperden. Is er ook een audio cue voor deze gast? Ga ik uiteindelijk alsnog dood, rush? There no... Oh, oké, okay. there are no lights. Oké. Okay. Oh, ik wist niet eens dat hij een geluid maakte. Daar was ik helemaal niet voor aan het opletten. Weet ik veel. Weet ik veel. Ik wist niet dat hij een geluid maakte. Kijk, dat bedoel ik. Je gaat toch wel voor Deur 100 dood. Nou, als ik erg kloos. Maar ik gok dat er wel iets na Deur 100 is. Het is niet. Je loopt door Deur 100. Oké, okay, nice Alte 4. Dat weet ik nu al. Maar. Je gaat sowieso dood voor Deur 100. Want er zijn dus dingen die je niet weet. Maar. Dat vond ik een best wel goede solo run. Uh, dat was zeker niet de eerste keer, want ik heb de hele Wikipagina gelezen. Maar we gaan weer even lekker met kijkers, nog even een half uurtje. Um, ik ga weer even de link in de chat sturen. Uh, en hoe dat werkt, is, je moet er gewoon op klikken. Nice. En dan ga ik even naar de donaties kijken. Want we hebben namelijk een hoop gemist. Hier is de link, mensen. Klik erop. We doen ook heel even een naamrondje. Gewoon even weer relax chillen. Oeh, want dat was wel eventjes stress voor. Dus uh, ja, wel even zweten. Wel even zweten. Ook gewoon mijn kamers heter, studiolampen, maar. Deel deze stream nog even met iedereen die je kent. En blijf even op die like smashen. Misschien kunnen we voor het einde nog wel de duizend talen ook al gaat het waarschijnlijk niet gebeuren. Misschien 700. Dus smash eventjes op die like als je niet gelijk bent, hè. Dan komt Screech, dan komt de figure. Nee. Uh, maar ja, we doen nu even een extra naamrondje. Klik op de link die ik in de chat heb gestuurd. Uh, want dan maak je een kans om bij mij in een Roblox game te, uh, te komen. Zoals ik al eerder zei, ik heb geen idee of dit ook werkt op mobiel. Ik heb echt daadwerkelijk geen idee. Het zou erg uh, stom zijn, maar het yeah. is wat het is. Nou, even kijken. Refresh. Hé, uh, hey, oh nee. Pff, dit is uh, zielig. Door deze solo run heb ik zoveel donaties gemist. Ik heb zoveel donaties gemist. Sorry, mensen. Als eerste hebben we Jelle. Met de 4 euro. Die hebben we al gehad. Hij is een grote fan. Heel erg bedankt, bro. Dikke flipping shoulder naar jou. 4 euro en 1 cent. Um, en dan hebben we nog een donatie van Jelle. Met de 3 flipping euro. Kun je me adden? Sorry. Ik uh, voeg geen mensen toe op Roblox. Dat doe ik al een tijdje niet meer. Um, want. Ja. Anders wordt mijn vriendenlijst heel erg vol. Ik heb bovendien ook Max vrienden. mijn vriendenlijst is al bomvol. Maar ik moet die ooit nog een keer gaan opruimen. En dan hebben we ook een donatie van Smikond. Hij heeft 3 euro gedoneerd. Heel erg bedankt. Hij zegt: fijne stream nog. Jij nog een uh, uh, eet smakelijk voor het avondeten. Ik hoop dat je er nog bent, bro. Ik zeg wel eventjes bedankt op Discord hierna. Dat ga ik waarschijnlijk ook vergeten. Want ik ben vergeetachtig. Uh, nou, dan kijken we wel eventjes op YouTube. Oh ja, hier. Kijk eens even aan. Um, we hebben Flint. Dan hebben we nog een keer Flint. En dan nog een keer. Of had ik die al behandeld? Flint heeft... Uh, 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 nou ja, zo niet. Flint heeft 1 euro, 2 euro en daarna uh, bij elkaar dan. 3,20 euro. 20. Heel erg bedankt. Dan hebben we ook een donatie van Jamie X met de 1,20 euro. 20, met een strand emoji dingetje. En dat was het. We zijn weer helemaal up to speed. Nou... Yannick Dilano, Aniek, Yannick, Billy Eilish gaat naar Pukkopop. op. Um, ik uh, luister niet, Billy Eilish. Maar. Veel succes, plezier als je daarheen gaat. Ik weet, ik, 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 ik weet er niet heel erg veel van. Maar uh, blijkbaar is het iets heel erg hypes. Dus uh, veel plezier als je daarheen gaat. En um, oh my wow. Ineens hele onderwerp switch, ik weet het. Ten eerste, de gorilla um, is. ...insane afgevallen. Good job, bro. En uh, hier is een van, de, een van de mensen die gedoneerd heeft. Ruish, volgens mij. Dit is hem. In the flesh. En hij is een dikke beer. Super sick. Nou, um, dan gaan we even door met het naamrondje. Bram, Renzo, Roan. Renzo, Welon. Mensen denken oprecht dat ik daarin zit... ...omdat iemand een hoodie heeft of niet. Nou, doei. <laughs> oh, wat zielig. Uh, Carlos, Jaden, Aniek, Renzo, Danny, Jaden, uh, Luca, Carlos, Jaden, Danny, uh, Eike, Carlos, Renzo, Lucas, Aniek, Daniek, Lucas, Daan, Elin, Aniek, Carlos. We hebben echt al iedereen vijftig keer gesproken. Hè? Iemand zegt bedankt voor Splatoon 3, Eden. Da Volgens mij herken ik Eden nog wel. Ja. Oh, ja, ja. Het schiet ineens te binnen. Dat. Wat sick, bro. Jij was degene die Splatoon 3 had gewonnen, toch? Ja. Wat sick dat je er nu ook weer bent. Oh, dat vind ik wel sick, bro. Dat vind ik sick. Heel erg bedankt voor de support. Ik. Uh, ik ben blij dat je nog steeds blij bent. Ik. Uh, ik weet niet. Heb je het veel gespeeld? Vond je het een, een scheidspel? En heb je het na twee uur niet meer gespeeld? Of ben je nu een. Pro team Esports Platoon Splatoon player. Deze gast probeert in mijn camera te springen. Me uh, zeg het even. Eventjes een update report. Uh, we hebben een donatie van Sebastian. Hij heeft 1,20 euro gedoneerd. En hij heeft een of ander... Wat is dat? Oh, een hondje volgens mij gestuurd. Nou, dankjewel bro. Dikke shout-out naar jou. Lennart, Aniek, Cody. Um... Jack, Thijs, Jasper, Lennart, Cody, Aniek, Rivka... Mees, Annie. Uh, Lennart, Jasper, Cody, Jur. Uh, Cody, Dinant, Max. Iedereen is nu aan het springen omdat ik het één keer opbracht. Thijs, Cody, Rivka, Isar, Jasper, uh, Mees, Lucas. Omdat iedereen de deur in ging. Ja. Oh, dat is echt stom. Dat is wel stom. Whoopsies. Whoopsies. Danny, Lucas, Julian, um, Tim is nub, Joman, uh, Roshan, Remo, Danny, Janne, Leroy, Rivka, Noah, Cody, Aniek, Matteo, Ruben, Danny, Joa, Sam, Matteo, Karsten, Remo, Max, Jur, Sven, Joa... Uh, dit zijn alleen maar dezelfde namen. Nice. Dinan, Danny, Remco. Uh, Lotte, Gialliano. Sorry, ik ben heel slecht met namen. Het spijt me. Cody. Uh, Johan, Rensteun. Dinan, Daan, Casper. Nou, nu vind ik het wel nice. Hé, hey, dit is ook een koe. Cool, let's go. Woe! Yeah, baby. Nou. Daar gaan we, Jamairo. There we go, we zitten vol. We zitten weer met de magere gorilla. De magere Magere Magerijn van Sims, be like. Nou, there we go. Sheesh. Nou, perfecto. Mensen. Ik weet niet wat ik wil zeggen. <laughs> ik weet niet wat ik wou zeggen. Ik weet niet wat ik wou zeggen. Nice. Oké, okay, nou, daar gaan we. Ik probeer, ik probeer deze loading screen op te vullen en het lukt gewoon niet. Het, het lukt gewoon echt niet. Het lukt niet. Nou, mensen, ik uh, moet overmorgen het profielwerkstuk inleveren. Ik weet het. Hè? Het is simply amazing. Het is echt amazing. Nee, uh, ja, voor de mensen die het niet weten. PWS is profielwerkstuk. Dat is... Um, Iets wat je in HAVO 5 moet maken. En op VWO ergens. Ik weet niet waar. En dat is dus gewoon een groot verslag over een onderwerp naar keuze. Moet wel te maken hebben met een vak. Maar je bent helemaal vrij wat je doet. Je moet ook een experiment doen. Als je zeg maar beta vakken hebt. Dan doe je meestal een praktisch iets. En anders een enquête of zo. En het is op zich wel best wel leuk. Maar het is heel veel werk. Ik moet overmorgen inleveren. We hebben nu. Iets van. Weet ik veel. 30 A4'tjes of zo. En er komen nog een hele hoop bij. In één dag. Ja, zo werkt het altijd. <laughs> Afmaken de dag van tevoren. Um, maar ja. Dat is. Dat is. Als jij. Uh, ja. Als jullie geen. Op oh, MAVO heb je volgens mij geen PWS. Maar uh, PWS is op, op zich best wel leuk. Maar het is wel heel erg veel werk. Het is heel veel werk. Ik ga trouwens niet eens meer mijn best doen om dingen uit kastjes te pakken. Ik ga gewoon de, de volgende deur campen. Als er een slot is, zodat ik zo snel mogelijk in een kast kan. Hier. Oh nee, oh, we moeten hierheen. Haha, iedereen liet de verkeerde kant op. Haha. Nou. Hoppa, hier. Een beetje afsnijden alles. Moet zo snel mogelijk er zijn. Want rush is oprecht het gevaarlijkst met zoveel mensen. Veel plezier daar beneden. Ik ga deze deur hier campen. Ja. Ja, dit zijn de, dit zijn de degenerates. Nee, grapje. Grapje, grapje. Want ik ben er ook een van. De mensen die hier wachten totdat andere mensen het werk gaan leveren. Oké. Okay. Nou, daar gaan we. Jullie hebben allemaal super goed zicht, blijkbaar. Wat? Oké, okay, 12. We moeten ook even een beetje onthouden. Waar loopt iedereen heen? 13, joh. Jullie gingen voor de SAF, of niet? Nou, ik ga lekker door. Ik ga voor de doors. Yes, sir. Wait, what? Oh, jullie zijn genaaid. <laughs> of niet? Wat? Hoe leven jullie nog? Oké, okay, nee, niet. Niet. Ik vind het natuurlijk erg stom als je bent afgegaan. Maar... Oh, ja, nee. Oh, ja. Oh, ik val door de mand, mensen. Ik ben een... Uh, ik ben de imposter hier in deze doorslobby. Nee, maar... Het voelde echt alsof ik de enige zou zijn die dit zou overleven. Want iedereen liep er namelijk uh, Iedereen ging namelijk uit de kast. Terwijl Rusher letterlijk aankwam. Maar blijkbaar heeft iedereen magische powers. Ik weet niet waarom ik niet gewoon in één keer doorliep. Ja, ik ga hier niet voor items. Ik ga in één keer door. Gewoon die kast uh, 21 toch? Yes. Oké. Right. 22. Ja, dit is de door speedrun. Oh, en niemand heeft een keer de verkeerde deur gepakt. Dat is een beetje dom bro. Oh ja, hij zag, hij zag denk ik het naamplaatje niet van die andere deur. Dus hij dacht, dit is de deur. Ja, hallo, daar staan we weer. De mensen die. <laughs> de mensen die geen zin hebben om het werk te leveren. Oké, okay, oh, hij heeft van zijn fouten geleerd. Hij heeft volgens mij nu die key gepakt. Sait! Ah, dit is hem niet. Oh, ik had gewoon hierboven moeten staan. Wat dom. Oh ja, iedereen is nu dood. Rest in pepperonis. Ik had gewoon daarboven moeten staan. Dom. Ik had die hele deur niet open moeten maken. Maar alsnog, ik ben er en de andere mensen niet. Gelukkig heeft deze guy een lighter. Oh ja, iedereen koopt even die revives. Nou. Hoppa. Oh, we kunnen gewoon in één keer door, joh. Heerlijk. Oh, zet je light alstublieft aan. Ik zie helemaal niks, joh. Oh, wat lief, joh. Dat je lighter voor mij wil gebruiken. Want wanneer het erop aankomt, ben ik wel degene die als eerste in de kast springt. Oh shit. Oh, shit! Oh, het is hier beneden. Ja, en ik heb geen kast meer. Oh, oh hé. Hey, het is deze puzzel. Die hebben we al lang niet gehad. Nou, schiet maar even op. Dank u wel. We moeten dit speedrunnen. runnen. Maar we hebben ogen, dus Rush kan toch niet komen. Weet ik best wel zeker dat hij nu niet kan komen. Nee. Nee, ja, hier, hier. Dat is Big Brain Sweaty Veteran Gaming. En dan bam, komt hij ineens in mijn rug. Nou, daar zijn we. En dat is weer de Sweaty... Hey, Hé, de gorilla is weer dik geworden. En nu is hij weer zo sweaty hier aan het wachten. Haha, kijk dit. Je hoeft helemaal niet door te rennen. <laughs> Oh, oké. Okay. Ja, nice. Iemand spamt A in de chat. Lekker. Ik kan nu geen timeout geven omdat er een zwart slijmding achter me aan Dat was letterlijk een gok. Soms zie je dat zo laat. Oké, okay, gelukkig. Gelukkig. Want ik ga het een keer verkeerd gokken en dan ga ik er aan. Heel perfecto. En ik ben ook de eerste volgens mij. Nou, dan gaan we meteen door. 39. Oh ja, dan zie ik niks. Is iedereen doodgegaan? Oh nee. Oké, okay, dit was dan 40. Dan moeten we... hebben we nu deze nodig. Uh, shit. Het is 41. Ik weet best wel zeker. Ja. Er waren 2,42. Dat is naar. Waarom zijn de kamers zo donker? Waarom zoveel kamers zo donker? Oh, dat was een gok. Ja, veel succes. Joe. Oké, okay, We zijn een beetje stil, mensen. Er wordt alleen maar aangespamd in de chat. Zeg, als jullie het leuk vinden, dan kan dat ook gewoon. Ja, het is toch niet zo erg. Als jullie het leuk vinden... Maar zometeen ga ik het wel even modderen. Als ik gewoon weer iets in de chat vraag. Maar nu ben ik zo aan het zweten. Dit is de uh, World Records Door Speedrun. Oké, zo. 47 gaan we nu naartoe. Nou, als er nu een fake deur komt, dan ga ik huilen. Nou, nog één deur. En dan zijn we bij DJ de Figure. Sheesh. En dan gaan we nu dood door de Figure, weet je wel. Ja, omdat iemand de safe spot verraadt, dan word ik gek. Zo kan ik dit allemaal niet openen. Oh, ik moest wachten totdat andere mensen er zijn. Oh, ik moet andere mensen een kans geven. What the. Nou, daar gaan we. Let's go. Sheesh. Oh, ze wachten op mij. Dat was echt super lief. Oh, en ik, en ik wachtte niet. Oké, we boekjes hier? Ik zie het niet. Nou, het zal wel. Nou, we gaan even voor het papiertje. Voordat iedereen echt als een al mallo boeken gaat pakken. Maakt iemand nou een geluid? Pak alsjeblieft de papier niet. Wat op de. The... Waarom pak je het papier? Ja, dan pakte ik hem ook maar. Nou, ah, nu is hij nog helemaal niet snel. Het zijn namelijk nog niet veel boekies. Hammer Screech. Um, ik vind het altijd. Sorry dat ik zo stil ben trouwens. Ik vind het al. Oké, okay, ja, maar gaan we gaan weer even praten. Ik vind het altijd zo bijzonder. Hoe je die boekjes gewoon echt niet kan zien soms. Het is echt heel raar. Komt hij hierheen? Ja. Het is zeg maar zo bijzonder. Hoe je gewoon af en toe die boekjes echt niet kan zien. Oh, hij wordt nu ook echt super snel. Ja, mensen gaan de code krijgen. Ja, oké, okay, nice. Ja, iedereen kan boekjes vinden. Behalve ik. Maar de laatste zit nu beneden. Ja, die is nu beneden gespand. Oké. Okay. Nice. Ik zie het papier. Oké, 3, 3, eh. 3, 3, 9, 4. Nice. Ja, maar nu gaan de andere mensen dood die er niet zijn. Oh, oh, de laatste. Oh, wat? Oh, ik weet niet wat er gebeurt. Staat iedereen hier nou? Nou, ik heb echt bijna geen muntjes. Nou, dan koop ik maar een lockpick. Oké, okay, we gaan meteen door, zodat lekker niemand anders wat kan kopen. Nu zijn wij degene die aan het speedrunnen zijn. Want oh, nee, ik heb een lighter, dat is wel nice. Um, ja, zijn we nou allemaal doorgegaan? Want de deur ging echt super snel dicht. Ik had gewoon iets voor papiertje moeten gaan. Ik had gewoon de boekjes moeten rushen. Ah, ja, ja. Want nu, nu kan ik die credit niet pakken, snap je? 56. Oké, okay. nou perfect. Iedereen stuurt nog steeds A. Ah, heel nice. Oké. Uh, Oké, okay. okay. dit, dit wordt echt steeds meer een sweaty stream. Het zegt niet normaal. In het begin was het zo onschuldig. Uh, het was 60, toch? Ja. Lichten die knipperen. Oh, dat is zo naaiend. Dat is zo naaiend. Echt, die is zo naar. Een kamer zonder kast en dan dit. Dat is echt heel naar. Nou, ah, vind jij maar, man. Hahaha. <laughs> oh. Wow! <laughs> Yo, je bent een nieuw doorsmonster, man. Hier. Oh. <laughs> hij heeft ook die crucifix, lucky bastard. Hij heeft die, uh, die winkel gerusht. <laughs> oh, <laughs> hij was bang voor Screech, Hij zat. <gasps> oh, hij zat zo, ja, geef het maar toe. <laughs> ja, was niet meer bang. Die koe is daar echt aan het struggelen voor zijn leven. Wij helpen hem niet eens. Oh, hij heeft het gedaan. Wait. Je hebt het niet gedaan, bro. <laughs> Kijk, het hoofd. Okay. Oh. Nou, um, ik ga. Papa kolonie Clon, uh, gaat wel weer even kijken. Hij is hier ook al geweest. What the hell? Ik vind het wel sick hoe die guiding light werkt. Het is gewoon leuk. Uh, oh. Is het gelukt? Bedankt, Lonnie. Super. Ik heb helemaal niks gedaan. Oh, wat? Daar was nog een doorgang. Oh, hij was gewoon daar. Oké, okay, nou. Wat doe jij nou? What the... Wow! Leid je, leid je me nou naar, 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 naar mijn dood? Wat? Dit is sick. Hoe open je dit? Ik heb één lockpick. Maar niet nog één. Nee. Koe. Ja, lekker. He, heb je. He, please zeg dat je lockpick hebt. Nee. Oh ja, hij heeft lockpick. Wat? Is dit een secret ending? Of oh, we hebben skulkie. Nee. Niemand heeft skulkie gekocht. <laughs> ja, daar, daar stond je dan. Oh, wat is dit? Ik wist niet eens dat het kon. Hoe weet hij dit? Is het altijd op deze floor? Moeten, moeten we hebben. Ja, maar geen muntjes. Ja, ik had muntjes moeten sparen. Ik had muntjes. Want kan je teruglopen of zo? Naar, de, naar die shop nog. Ja, ik weet niet hoe het werkt. Want in de vorige update kon je namelijk doodgaan als je niet snel genoeg was. Uh... Damn, dit is wel sick. Is het altijd. Um, is dit altijd in deze kamer? Is het altijd in 64? Oh ja, voor the hospital, if you want. Kan wel. Altijd kapotte kamer. Altijd. Ah, wat de? Ik, ik was niet aan het opletten. Ik was wel aan het typen. Wat? Ik was aan het typen. Je kan niet verder terug dan... Oh, oké. Okay. Je kan niet verder terug dan vijf deuren. Oké. Okay. Oh, streamontgeven aan mij. Ik ben de enige echte Lulie. En geef ze dan een time. Ja, je bent wel de enige echte Lulie, Maar... Dan moet je eerst opgeleid worden. Dat is een hele uh, zware opleiding. Waar we je mentale capaciteiten gaan testen. Dit is extreem naar. Ik was niet aan het opletten. Altijd als je niet oplet, word je gekilled. De rush. Nou, daar ben ik. Ik wil bij chest blijven, man. Gorilla, man. Oké, okay, nou, zometeen even ziek. En dan ga ik daar dood. En ik heb mijn items niet. Nou, um, deur 71. Maar is het altijd op 64? Dat heeft hij niet geantwoord. Nice. Ah, dan gaat hij hier sweaty blijven staan. Wat? Word ik nou. Ik word gek. Is die kamer met dat gat altijd op 64? Ik wil even vragen, want ik wil die ending zelf doen. Dat is super sick. Uh, veteran tip Je kan shaders hebben Dan een optie dan zie je gewoon in het donker Hoe dan Waar kan ik dat dan aanzetten 60 Nee ja het was op 64 Gewoon die kast Oh als je die kast ziet Maar elke kast ziet er hetzelfde uit Elke kast ziet Er hetzelfde Uit rip de koe trouwens Rip de koe Die naar voren is. De kast die naar voren is. Um, oké. Okay. Nou, de kast die naar voren is, is er een gat in de muur. Dan heb je twee lockpicks nodig en een skulky. En dan heb je de secret ending. Een download... Oh, dat is een hack. Ja, dat is een cheat. Dat is een Roblox veteran hack. Oké. Okay. Nou, daar gaan we. Seek... Dan gaan we nu dood door Seek. Dat zou extremely epic gamers zijn. Bro, look at the speedrun. Woe. Deze speedrun, man. Speedrun van de eeuw. Easy claps. Hé, hey, 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 dat is trollface. Nou, deur 80. Let's a go. Ik ben meneer Koe. Oh, lekker, man. Dat is meneer Koe. Blijf erbij tot het einde, bro. Friends van mij, my... sweat. Ja, sweaty, sweat-y, Nou, daar gaan we. Dit is de kamer waar ik heel lang vast zat. Ja, ah, dat was naar. <laughs> dat was heel naar. Ik ging daar zo snel in. Oh, hij is hier. Oké, okay. nou. Je loopt ook zo smooth. Wat gebeurt er? Oh. 85, light flicker. Jeetje mina. Het is een rave party. Ik ben ook vergeten welke het was. Het is sowieso niet de dubbele. Het is sowieso deze. Gaat hij ook bij de kast wachten? Killer Queen met de 120. Heel erg bedankt, bro. Dikke shout-out naar jou. Echt insane bedankt. Hey, weet iemand nog wat het was? Ik kijk even op stream. Staan tweede dezelfde... Dus... Oh ja, klopt. Dan is het die waarschijnlijk niet. Dat is te obvious. Maar ja, YouTube is sloom. Sorry mensen. Ja, het is deze. Ja, maar het is. Het is, het is altijd deze. Oh, dit is halt. Oh ja, ik denk dat het al. Hoe weet je dat dit halt is? Oh. Je hebt crucifix gedaan. Hoezo? Holt is super makkelijk. Hoezo heb je crucifix gedaan? Oh, rave party. Oh. Ons, ons, ons. Was worth it. Oh, die ba oh. oh, een badge als je iedereen crucifixed. Wat was dat? Hé, hey, nu ben ik uiteindelijk meer AP verloren door je crucifix, bro. Wat is dit nou weer? Wat? Wow, dat is echt naar. Hé. Friend mij, ja. Kijk, het is een beetje stom bro. Ik weet dat dit een heel emotioneel moment is. Als dus dit een uh, enge serie film zou zijn, hem... pas of op voor traps de grond. Oh ja, dat is ook nieuw bij de update. Aan het begin heb ik echt keihard gelogen dat ik zei dat er niks nieuw dat ik niet wist wat er nieuw was. Um, ik weet dat dit een heel emotioneel moment is, maar ik heb eerder gezegd dat ik eigenlijk geen mensen toevoeg. Dus het voelt echt alsof ik echt tegen je aan het praten ben. Ja. Ja. Het is dus, dus een beetje moeilijk. Het is, bro, het is, het is een beetje moeilijk. Ik heb dus net gezegd dat ik niet. Ik ben hier goed in. Ja, in mij over te halen. Want ik heb dus. Ik zeg al heel de stream dat ik niemand toevoeg als vriend. Maar als ik jou nu toevoeg. Jou. Jou. Dan. Ja, dan voelt het een beetje naaiend voor andere mensen. Waarom zie ik daar het licht bewegen? Eén één kan de. Eén kan zeker. Maar er zijn ook andere mensen en die voelen zich deze lampen zijn heel ziek. Die voelen zich <laughs> hoe je <die> zo staat. <laughs> maar die voelen zich dan zeg maar genaaid als ik jou nu toevoeg. En ik heb tegen andere mensen gezegd ik doe dat niet. Dan ja, dat is een beetje meten met twee maten. Ik heb candle, als die uitgaat zie ik niks. Kom <laughs> huh? Conver... Wacht, wat? Als je Candle hebt, komt Rush niet. Maar wat is het verschil... Leg maar even uit. Wat is het verschil tussen Candle en Lighter? Maar je kan toch ook kast campen? Want de game zei... Oh, je moet luisteren. En zolang ik luister, winnen we. Wat is het verschil tussen Candle en Lighter? Ik heb bij iedere kamer de kast. Ja, tags. Ja, Dit is echt heel emotioneel, mensen. En de stream eindigt eigenlijk over drie minuten. Bij de kast. Is goed. Here we go. En. En. Nou, dit is spannend hoor. Hij zegt de N. Vergeet Foxy Rupe 1 hoor. <laughs> Oh my. Hij doet. Uh, hij geeft me advies, dan zegt hij. En vergeet. En dan gaf hij zijn Roblox-naam nooit. En dan crouched hij en keek hij naar beneden. Dat vond ik heel erg leuk. Oh my god. Goed. Zo, so, dit voelt echt als een soort coach. Oh, dit voelt echt als een soort coach. Als een soort meester die mij leert. wat, wat, wat? Oh deze is zo uit. Wat, Huh? Gast, ja, uh, ik hoorde helemaal niks. Oh, hè? Uh, waarom duurde dat zo lang? Ik hoorde ook helemaal niks. Ik wist niet dat het zo lang duurde. Ik dacht, hè, uh, hij komt helemaal niet, want hiervoor kwam hij veel eerder. Blijf wel kijken. Uh, ja, en ik kan ook niet meer revive, omdat ik al eerder ben doodgegaan. Nice. Dat is echt heel erg naar. Dit was deurflipping 98. What? Dit is echt stupid. Wist wie veel. Ah, dit is... Ik hoorde ook helemaal niks. Oh, oh, dat dat, dat... dat zei ik zelf. Blijf kijken. Ja, ja, ik blijf kijken. Ik weet niet echt hoe. Oh, zo. Oh, ja, hier. Wat? Ik was er letterlijk gewoon. Ik was er gewoon. Ik had gewoon bij de kast moeten staan, maar ik dacht dat je door zou lopen zonder mij. Oh, sorry, ik vertrouwde je niet. Ik had je gewoon moeten vertrouwen. Hoezo lokpik je dat? Wat heeft dat voor nut? Nou, mensen, we zijn nu aan het kijken. Oh, daar is de figure. Bro, deze guy is blind. Nou, daar ga je, Heel Episch. Oh, neemt hij vitamins? Extreem sweaty. Gaat hij ook crouchen? Oh, omdat... Wat, wat moet je dan doen als, die, als je geen vitamins hebt? Of kan die niet in die kamer komen omdat ze zo klein is? Oké, okay. dit is super easy. Dit was me easy gelukt. Dit is heel easy. Ah, kom op. Oh, dat is zo naar. Had ik doors bijna uitgespeeld. Het is trouwens wel sick. Ik, ik zag niet echt de uh, transition hierheen. Hoe was de transitie van een, normale, een normaal hotel ding naar dit? Oh, je moet alle fuses vinden. Oké. Okay. Ah, dat is erg naar. Ik, ik hoorde helemaal niks. Ik had gewoon ook jou moeten vertrouwen, maar ik had niet door. Ja. Ik stond al iets te ver weg. Tenminste, ik, 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 ik las ook jouw bericht. Maar ja, toen stond ik al te ver weg. Dat was echt extreem naar. Ik, je hoort dus gewoon helemaal niks. Je moet inderdaad, zoals iedereen al zei, de kast blijven campen voor echt minimaal 30 minuten. Zo voelde het. Ga nou niet dood, bro. Oh, maar dit is weer een hele nieuwe area die je uit je hoofd moet gaan leren. Oké. Okay, uh, ja, ah, dit had me easy gelukt, joh. Ah, dit is jammer. Dit is echt extreem zuur. Ga ik dood door Rush? Ik ben alleen maar dood gegaan door Rush, volgens mij. En door Ambush. Ja, en dat is het volgens mij. Dat is echt heel erg naar. Oké, right, nou, daar komt hij. Maar zolang je crouches, is de kans dat je doodgaat is zo klein. En volgens mij heeft hij ook nog vitamins. Dit wordt hem. Yes, sir. Oh, is dit stuk wel heel erg moeilijk. Want het ziet er op zich niet zo verkeerd uit. Er nou, zijn er wel een hoop plekken waar, als die je hoort, dat je gewoon vastzit. Je kan er dan niks meer aan doen. Ik vind het ook wel leuk dat de kasten zijn veranderd. Hoe is het met jou goed? Behalve dat ik dinsdag een presentatie heb. Vrijdag een presentatie. Maandag PWS moet inleveren. En gewoon school heb. Ja, dat is het enige jammer. Oeh. Sorry, ik, nu kan ik trouwens wel echt easy op de chat uh, letten. Maar het spijt me. Het is gewoon te spannend. We zijn aan het kijken naar hoe, uh, hoe uh, schaken... Dit aan het klaar is. Hoezo heet je Chess? Ben, ben jij de uitvinder van schaken? Ik denk het wel. Hoezo? Oh, je had die circuit. Oh! Sorry, mensen, ik was aan het nadenken. Sorry dat ik uh, ja, aan het nadenken was. Hij heeft aan het begin zo'n kastje opgemaakt: zo'n elektriciteitskastje. En daar moet je die fuses in doen. Oké, okay. welke door 100? Ja, dit is 100. Want ik was bij 98 dood gegaan. Schiet op, bro. Schiet op. Hier, ik ga je opfokken. De views worden nu blauw, toch? Oh, guiding light. Nee, niet je man. Speelt C. Oh, dat was een tactische sprint. Wat een man. Dat is een tactische sprint. Zo, hij heeft het wel even geklaard. Ah, dan moet hij nu een minigame doen of zo. Heb ik ergerie- niet. Oh! Oh nee, de elektriciteit gaat aan! Hij staat in de fik. Oh nee! Wat emotioneel moet ik nu als een neppe YouTuber. In tranen. Nee, de fik. Er. De fik. Er. Speel niet met vuurwerk, jongens. Dit is gewoon vuur. Lekker. Gaat het goed? Nice. Oh ja, dit heb ik gezien. Dit is een minigame. Oh, maar die kan je denk ik niet meekijken of zo. Die is client-sided. Oh, en er is weer gespam. Oké, okay, sorry mensen. Uh, maar alsjeblieft niet spammen, anders geef ik wat timeout. Servies wat leuke vragen, dan probeer ik die nog even te beantwoorden. Uh... En dan uh, ga ik de stream afsluiten, want die moet ook nog avondeten. Zou dat maar zielig vinden. Ja, maar voor de views moet je dat wel zien, vinden. Wat gebeurt er? Hij heeft de views-minigame gedaan en de figure is ineens weer terug. Nou, hij staat daar in die deur. Hij is letterlijk uit het raam gesprongen en hij is er weer. Hier is iets gaan. Oh, de emergency escape lift. What the heck? Dit is insane. De figure. Nee. Doe alsjeblieft slash e-dance. Oh, hij gaat zitten. Nee, dat moet je niet doen. Oh, is, is, hoort dit erbij? Of is hij een sweaty emote aan het doen? Geet foxy, rup 1. Nooit. Oh, dan gaat, hij nu, dan gaat hij nu emotioneel doen. Too easy. Ja, die tactische sprint vond ik wel erg. Dat was wel... Oh, ga je nu alsnog dood? Rapper Sjors de Gorilla heeft het gehaald. Waarom is dit zo emoji. Oké, okay, de figure springt uit het raam. De figure staat in de fik. Uh, in de, fik. de figure haalt de lift niet. Ineens staat hij op de lift. De lift breekt kapot. En dat is het. Oké, okay, nice. Hé, hey, eerlijk, ik heb het gewoon gehaald. Ik heb het gewoon gehaald. Deur 98 dood. Dit laatste stuk zag er niet heel pittig uit. Hé, hey, ik heb doors gehaald, mensen. Eh, uh, ik lieg eigenlijk gewoon, maar ik vind dat ik het gewoon heb gehaald. Ik vergeten uh, Foxy Rupe 1. Vast wel, maar vandaag in ieder geval niet. Nou, heel erg bedankt Foxy Rupe 1 voor het halen, voor de tips geven, voor de candle. En voor die Secret Deur. Het is jammer dat ik nu moet stoppen met de stream, maar eigenlijk wil ik het wel nog een keer spelen: Skeleton uh, Kika. Ik ga dit denk ik wel in mijn vrije tijd spelen ofzo. Of we gaan even online opzoeken als het echt een secret, lauwe, coole, extra secret ending is. Dan maak ik er wel een video van. Dit is insane. De skins worden alleen maar beter. De skins worden alleen maar beter. Maar als het dus een super lauwe secret ending is, dan maak ik er wel een video van. Maar anders speel ik het zelf wel. Want dan heb je de skeleton key nodig en twee um, lockpicks. Ergens bij deur 64 of zo. Bij een of andere kast. En dan kan je uit de kamer lopen. Ik ben best wel benieuwd wat het is. Deur A000. Best wel epic. Nou mensen, we doen nu nog even één laatste namenrondje. eventjes nog in de chat kijken. Welk editprogramma gebruik je? Ik gebruik uh, Sony Vegas. Nog iets. En ik wil misschien overstappen naar Premiere. Ik gebruik Premiere nu om shorts te maken. Het slaat echt nergens op. Twee editprogramma's gebruik ik. Wat ga je eten? Ik heb geen idee. Dat gaan we zo allemaal bekijken. Heb je ooit Valorant gespeeld? Ik uh, speelde het in de beta. Maar na de beta heb ik het niet meer gespeeld. Mag ik mod? Ik weet hoe het moet. Uh, sorry, ik ga niet zomaar mensen mod geven. I'm sorry. En dan, uh, boem! Je, je, je schrok, hè? Je schrok. Nou, mensen. Uh, we doen nog eventjes één laatste namen rondje. Stefan, Danique, Lies, Dan, Matthijs. Daniek, Stefano... Hé, hey, smash nog even op die like, mensen! Hier, smash! Nog 29, want dan hebben we de 700. En dat vind ik, dat vind ik een mooi eindgetal. Dus smash even allemaal op die like. Ik kijk heel eventjes of ik nog wat zielige naamrondjes... Oh, superchats heb gemist. Zeker. Oh, nee, wat zielig. Heb ik Killer Queen gemist? Nee, Killer Queen heb ik niet gemist. Maar ik heb wel gemist dat hij een poep-emoji heeft gestuurd. Dat vind ik niet zo lief. Oké, nee, we hebben geen typisch team gemist. Nou, nice! <tus> Oké, okay, nou mensen. Uh, we doen nog eventjes een naamontje. Fishy, Amin, Fishy, Anthony, Sam, Sam, Mike, Ludiano, Jamiro, Stefano, Len, Cas, Meneer Koe en. FoxyRute1. Oh snap. Ah, ik kan de stream altijd nog terugkijken. <laughs> Sorry, Jaden, Thijs. Jan Dieter, man, tof dat je er bent. Moreno. hey Luca, wil je met mij uh, naar de geheime kamer A000? Indoors. Kamer 64 vanavond. 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 Je moet. Anders komt DJ de figure. Anas, Thijs, Kaas, Jemairo, Dinant, Noah Moreno, Ishano, Izai, Eike, Mick. Luca, Thijs, Jesse. Holy moly. Mensen, deze zijn letterlijk gewoon nu te koop. Hoe kan dat? Dat is insane. Deze is nu te koop. Op clonyarmy.nl. Je kan ook dit doen. Je kan zo'n coole ninja. Dat deed ik vroeger wel eens. Die zijn nu te koop. Clonyarmy.nl. Zijn erg sappig. Ze geven oprecht echt nice licht. Dit is geen verkooppraat. Ze, ze geven gewoon licht, maar dat komt natuurlijk door de kleur. Maar in het donker zien ze er best wel sick uit. En zijn de neon hoodies met de enge, enge brush extension. Best wel, best wel cool. Dus haal ze. Cloneyarmy.nl Christian, Dinant, Thijs, Mitchell, Bjorn. Of Bjorn, ik weet het niet echt. Gloei in het donker. Guiding light. Dylan, Jasper, Christian, Bjorn. Eh, uh, hey, we hebben een donatie van Noxky. En hij heeft 1 euro gedoneerd. Heel erg bedankt. Of zij? Ik weet het eigenlijk niet. Of weet ik het wel? Ik weet het niet meer. Heel erg bedankt, bro. Dinant, Dylan, Eh, uh, Demiano, Sam, Dinant, Noah, Tim, Sam, Eh, uh, Lee, Sam, Dinant, Rena, Wes, Eh, uh, Rean, Tim, Maxime, Pief. Sam, Tim, Dinan, Thijs, Luca. Die expeditie Robinson in Roblox. Ik dacht vandaag nog even aan die game. Die ene game was zo perfect. Het is echt insane. Ik wou dat ik hem had opgenomen. Gewoon voor mezelf. Me me niemand snapt wat ik nu bedoel. Ik weet ook niet waarom ik een één op één gesprek in een stream doe. Maar ik wou echt dat ik die had opgenomen. Want die was echt zo geweldig. Ooit Uno met kijkers. Ooit schaken met kijkers. Ooit beats produceren op stream. Dat is best wel sick. Hey, Noxie met de 2 euro. En voor het laatste nog even die donaties er gewoon in knallen. Uh, ja, Nokski het is 2 euro gedoneerd. Ik ben een zij. Oké, okay. dan heb ik het echt al 10 streams verkeerd gezegd. Nou, eh, uh, ja. Heel erg bedankt, Noxky. En uh, spam alsjeblieft even Noxky. Want, eh, uh, zij heeft al echt. Insane veel gedoneerd, volgens mij. Echt niet normaal. Uh, en voor de rest, spam ook eventjes Flint. Jamie, X, Sebastian, Killer Queen. Revis. Robby, Sippy. Die jullie moeten een hoop spammen. Dat moet. Thijs. Ervan. Keano. Noxky. Ishano. Eh, uh, Thijs. Noah. Eh, uh, Thijs. Barry. Wat zei je, Luca? William Afton. No way! William Afton in de chat? Luca, kan je dit geloven? Dit is letterlijk ons idool. William Afton. Dat is echt insane. Wanneer ga je VR spelen? Ja, er zijn niet echt meer hele leuke VR-games. VR is best wel dood. Zeg maar, ik bedoel een VR-only. Je hebt natuurlijk wel Race Sims en Flight Simulators. Ik wil ooit wel een keertje een Flight Simulator op mijn kanaal doen, maar... Ik weet niet echt hoe ik dat ga doen. Want Flight Simulator is normaal echt oersij. Dus ik moet even een manier vinden om dat leuk te maken. Maar dat wil ik wel een keertje doen. Willy, uh, Williamus Aftonius. Oh gosh, golly gosh. Is dat Frederick Mofas And En the, thy the, the nibble of 83-7. Gedoe. Dit zijn ook een beetje inside jokes. Sorry mensen, Michael Jackson? What the hell? Michael Jackson in de chat. Dat was een. Die voice krijg erbij. De enige echte. Ja, Michael Jackson is terug uit de dood. En het eerste dat Michael Jackson doet is mijn stream kijken. Insane. Uh, wanneer ga je doors? Ah, die is wel grappig. Iedereen zegt altijd: Wanneer doe je dit? Wanneer doe je dit? En niemand zegt: Wanneer doe je doors? Tenzij je serieus bent. Eh. Uh, voor de duidelijkheid, dit is het einde van de stream. Yikes. Maar je kan een sappige stream terugkijken. Ook al ga ik hem zo offline halen. Hé, hey, we hebben de 700 likes. Let's go, iedereen. Nou, hé, hey, dat vind ik wel goed om te eindigen. Ook om um, kwart over. Lekker ronde, mooie getallen allemaal. Uh, nou, mensen. Ik ga de stream weer afsluiten. Super bedankt voor iedereen die heeft gekeken. Wil je een keer doorstoen? Nee, Luca, nooit. Nooit. Nee, even serieus. Kom even vanavond deur A000 doen. Please. Ik ben nu ook een DJ Figure Pro. Maar dit zijn allemaal. <laughs> Sorry, oké. <okay. laughs> Lief. Ik zie al de kijkers droppen. Ik snap het. Ik praat alleen maar tegen Luca. Het, het is voorbij, oké. Okay? Ik weet niet wat je hier nog doet. Wat doe je hier? Het is voorbij. Nou, mensen. Smash eventjes op die like. Super bedankt voor iedereen die heeft gekeken. Het was erg leuk. We hebben het ook bijna gehaald. Deur 98. En uh, dat is mijn eigen domme schuld. Maar uh, ja, het was dus een hele leuke stream. Heel erg bedankt voor iedereen die heeft meegechat, meegespeeld gekeken, geliked, uh, gedoneerd. En dat was het, denk ik. Dat was het. Nou, mensen, heel erg bedankt. De Magere Gorilla, de Koe, de Doge, de Kikker, de... Wat was het allemaal? Ik weet het allemaal niet meer. De Banaan. Uh, nou, ja, dan ga ik het hier afsluiten. Ik ben het al lang genoeg aan het uitrekken. Ik zie jullie bij de volgende stream of video. Later!